Ik open de vergadering. Beste collega's, ik heet de staatssecretaris uiteraard en zijn ambtenaar van harte welkom. Zo ook de leden. En eigenlijk heropen ik de vergadering, want die is geschorst vorige week. Omdat we toen uit de tijd liepen. We zitten formeel nog in de eerste termijn van de zijde van de staatssecretaris. Maar die heeft uitgebreid schriftelijk geantwoord op alle vragen die in het debat gesteld zijn. Heb ik van hem begrepen. En ik zou het dan ook als volgt willen doen. En dat is één. Twee is, er is zojuist nog een brief verschenen over een tweede locatie. Ik kan me voorstellen dat daar nog een enkele vraag over te stellen is. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we even kijken of er nog vragen bij u zijn die niet beantwoord zijn. Of u heeft vragen over de antwoorden. Dan gaan we dat proberen zo kort mogelijk te houden. En dan gaan we dan naar 2 minuten spreektijd in de tweede termijn. Is dat akkoord wat u betreft? Ja. Dan kijk ik om te beginnen naar de heer Eertmans om te kijken of hij nog vragen heeft naar aanleiding van de beantwoording. Ja, die brief hebben wij vanochtend ons genomen omdat wij nog gisteravond in het debat over de forsnoten zaten. De vraag over de grens, waar de staatssecretaris zelf denkt dat de grens uiteindelijk ligt, als je deze instroom toe ziet nemen elke week met 1000, een nieuw aanmeldcentrum is geopend, lezen wij in de andere brief van 2 minuten geleden, in Flevoland meen ik, dan komt die vraag nog natuurlijk naar boven van, is er überhaupt een grens voor deze staatssecretaris? Is er voor het kabinet wel reden om echt iets te doen aan de instroom als je zelf al niet het beeld hebt van het loopt over de voeten. Het is al te ver gegaan en de instroom zal moeten afnemen. Dus eigenlijk is dat de hoofdvraag die JA21 had en heeft. Daaronder ligt natuurlijk de vraag, ja, graag grenscontroles, ja, graag instroombeperking, graag een asielstop. Daarvan zegt de staatssecretaris, willen we niet, kunnen we niet, doen we niet, we houden het bij het oude. Dus wij maken ons grote zorgen bij de fractie over de positie van het kabinet in het asielbeleid. En wij zullen daar graag in de tweede termijn ons oordeel over vellen. Prima, daar komen we straks naartoe. Ik ga direct naar de beantwoording. Ik leg even nog uit aan degenen die wat later zijn. We hebben afgesproken om nog enkele vragen te stellen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording en de brief die zojuist is binnengekomen. En dan gaan we daarna naar de tweede termijn. En ik behandel het als interrupties. Dus de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Zoals in de eerste termijn beloofd aan in dit geval de VVD, kom ik deze zomer met een brief waarin ik alle juridische mogelijkheden, 111 werd even genoemd in de schriftelijke beantwoording van gisteren, maar wat er mogelijk is op het gebied van instroombeperking, om eventjes bij de woorden van de heer Eertmans te blijven. Dus daar kom ik op in aanleiding van het voorstel van de VVD. Wat ik zie is dat de veiligheidsregio-burgemeesters in ieder geval aangeven dat de grenzen nu wel in de combinatie van Oekraïners en niet-Oekraïners aan het bereiken is of bereikt is. Dus dat is ook een belangrijke input voor het kabinet. Waar we tegenaan lopen, zeg ik richting de heer Eertmans, is dat het hier niet gaat over reguliere instroom, maar juist de mensen die niet gereguleerd hier naartoe komen. En die kun je niet weren in de zin van dat je zegt, we houden je buiten de grenzen, omdat we geen eiland zijn en geen slotgracht hebben. Dus even los van de vraag of je het wil, is dat niet mogelijk. Dat we iets moeten doen om instroom, uitstroom en opvang in balans te brengen. En ik noem expres even al die drie elementen. Dat is absoluut duidelijk, want we zitten nu wel, dat blijkt ook weer uit de opvang, niet alleen in Ter Apel, maar ook in de noodopvang, de kiezersnoodopvang en de opvang voor Oekraïners. We zitten wel aan het einde van de draagkracht van heel veel gemeenten. Meneer Eertmans. Nou, dan is in ieder geval één instantie, dat is dan de verzamelde veiligheidsregio's die zeggen de grens is bereikt. Nou, dat lijkt heel Nederland al een tijdje duidelijk. U zegt de niet gereguleerde instroom niet te beperken. Welke instroom vindt u dan is wel te beperken? Wat bedoelt u met gereguleerde instroom? Hebben we het dan over gezinsmigratie, nareizigers? Kunt u dat duiden? De staatssecretaris. Nou, datgene wat het meest te reguleren is, dat zijn de mensen die wij zelf vanuit het buitenland naar Nederland toe halen. Denk aan de 500 UNHCR'ers die ook in het regeerakkoord staan genoemd. Daarvan bepalen we zelf wie er komt, wanneer ze komen en hoe ze komen. Als het gaat om nareizigers, zou je
kunnen zeggen, dat kun je ook iets meer plannen, omdat je zelf de MVV's verstuurt. Maar in beginsel komen die mensen zodra de hoofdreiziger, als ik het zo even mag zeggen, te horen heeft gekregen dat zij of hij in Nederland mag blijven. En een derde groep die wij zelf in de hand hebben, ik zocht even naar het goede woord daarvoor, voorzitter, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld in het kader van de Turkije-deal deze kant op komen. Maar daarvoor geldt wel dat het wel in het kader van een afspraak is die we gesloten hebben met Turkije. Ten slotte, ja, de laatste dan. Waren Willis is een weg. Kijk, toen wij in Kopenhagen waren met de fractie vorig jaar, kwamen we erachter dat men daar de gezinsmigratie onder andere aan banden legt door te zeggen, wij besluiten dat iemand niet meer onbeperkte partners kan meenemen. Ik geloof dat daar tot dan toe 4 vrouwen per man mochten worden ingevlogen als zijnde huwelijkspartners. Dat vond iedereen daar een beetje idioot. En ik hoop dat u dat ook vindt. De vraag is dus, is er een wil om dat te doen? Hè? Is er een wil om te zeggen, die nareizigers gaan wij beperken? Daar gaat het figuurlijke mes in. Want we kunnen dat niet allemaal, inbedden. Sterker nog, dat zorgt voor een 4 keer zo hoge instroom als je het gaat uitzetten per asielzoeker na verloop van tijd. Kortom, instroom, reguleren of niet gereguleerd, het moet beperkt worden. En de vraag is, ziet u nou ergens de handvaten, behalve de 5, 6 keer nee op de vragen van ja 21 in de brief van gisteravond? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, weliswaar ga ik niet over buitenlandse zaken, maar ik vermoed toch dat Kopenhagen de hoofdstad is van Denemarken. En Denemarken heeft niet dezelfde verplichtingen in het kader van de Europese verdragen als wij die wel hebben. Daardoor kan Denemarken dingen doen die wij niet kunnen doen, nog even los van de vraag of we andere dingen willen doen, maar wij kunnen dat gewoon niet, want zij hebben een opting-out gehad die wij niet, waar wij geen gebruik van hebben gemaakt. Dat is 1. 2. Ook in Nederland hebben wij definities rondom gezinshereniging en hebben wij gezegd, daarvoor geldt dat het kerngezin mag komen. Dat kan al soms afwijken van datgene wat men in het land van herkomst als gezin definieert. Dat kan gaan om partner, maar dat kan ook gaan om broers en zussen. Wij hanteren daar in ieder geval ook al een definitie voor die door mensen uit sommige gebieden in de wereld als beperkend wordt gezien. En voor de rest heb ik u gezegd dat ik ga kijken deze zomer naar wat er überhaupt juridisch mogelijk is en kom ik daarop terug en ik sluit niet uit dat ik dan daarover een debat heb met de heer Eertmans of applaus krijg van de heer Eertmans in de eerste vergadering die wij na de zomer met elkaar gaan hebben. Eén sluit het ander niet uit. Ik zeg nog even tegen mevrouw Kreuger en mevrouw Simons dat wij inmiddels de afspraak hebben gemaakt. Er is een uitgebreide schriftelijke beantwoording geweest, dat we daar nog wat vragen over stellen, desgewenst. Zo ook over de brief die zojuist verschenen is over de tweede locatie. En dan gaan we zo spoedig mogelijk naar een tweede termijn. Ja, mevrouw Pot, heeft u nog vragen? Ja, ik had 1 gemiste antwoord. Verrassing. Ik had de staatssecretaris gevraagd om, ja, ik heb hem hier kort omschreven als een lange termijnvisie. Ik weet niet of dat nou helemaal het goede woord is, maar ik had in ieder geval aangegeven, we zitten nu in een vrij stevige crisis. We hebben een advies van de ACVZ. We hebben zelf natuurlijk de plannen op het gebied van de flexibele asielketen. We hebben de opvang van Oekraïners. Waar gaan we heen met elkaar eigenlijk? En de VVD voegde daar in een interruptie nog aan toe. Nou ja, hoe komen we nou van de situatie waar we nu in zitten naar die gewenste situatie? En ik had gevraagd of de staatssecretaris daar voor de begrotingsbehandeling op terug zou willen komen. Oké, dat klinkt alsof dat het nog heel even heeft. Maar de staatssecretaris. Het korte antwoord is ja, dat wil ik. Nou, dat is alvast fijn. Dan gebruik ik nog 1 interruptie om even te zeggen dat ik op mijn briefje nog had staan. Dat briefje heb ik vanochtend gemaakt. Wat fijn dat er zo hard gewerkt wordt aan het tweede aanmeldcentrum. Maar komt het nou nog voor de zomer? Nou, die vraag hoef ik niet meer per se te stellen. Maar ik ben wel benieuwd of de staatssecretaris al iets kan zeggen over wanneer het operationeel is. Want het is natuurlijk heel fijn dat we natuurlijk een locatie hebben. Ik snap dat daar nog wat gesprekken overheen gaan. Maar het is natuurlijk ook fijn om een soort punt aan de horizon te hebben. Met name ook voor Ter Apel. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Het COA heeft van de provincie Flevoland de locatie gekocht. En vanochtend heeft het COA de brief gestuurd naar de gemeente Noordoostpolder
waar de locatie in ligt, met de vraag of zij toestemming geven voor het tweede aanmeldcentrum. En het is nu aan het gemeentebestuur om te bepalen of ze daar ja op zeggen of nee op zeggen. Ik ga ervan uit dat het gemeentebestuur daarop zal reageren na het zomerreces. Want ook zij gaan, of het deze week is of volgende week, laat ik even in het midden, maar in ieder geval met de reces. En ze zullen dat ook op een ordentelijke wijze willen doen met gemeenteraad en bevolking. Dus ik verwacht na het zomerreces een reactie van het gemeentebestuur. Dan volgt er daarna van ons een planning en die krijgt u per omgaande. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Van Dijk. Jasper Van Dijk van de SP. Ja, ik heb twee vragen voordat ik aan mijn tweede termijn kan beginnen. De eerste vraag is heel feitelijk eigenlijk. Het advies van de commissie ACVZ, de staatssecretaris heeft netjes schriftelijk beantwoord. Ja, dat neem ik mee in de lopende verkenning naar het dwingend instrumentarium. Zoals bij brief van 25 mei toegezegd, zal uw Kamer voor het zomerreces hierover worden geïnformeerd. Is dat die brief die we net binnen hebben of komt er nog een andere brief voor het zomerreces? Staatssecretaris. Het antwoord is nee en ja. Oftewel, nee, dat is niet die brief. En ja, die komt nog voor het zomerreces, dus deze week. Helder. Dus morgen. Uiterlijk. Of nu. Of... Excuses, voorzitter. Onze definitie, dus dan mag vrijdag ook. En anders pas ik hem even aan. Onze definitie. Vrijdag. Voor het einde van het nieuwsportfeest. Andere vraag gaat over de Afghanen. Is het juist dat de staatssecretaris heeft gezegd, ja, we kunnen Afghanen toch terugsturen naar Afghanistan? Dat wordt uiteraard allemaal zorgvuldig bekeken, maar het kan weer wel. Ik wil voorkomen dat daarbij kinderen tussen wal en schip vallen. Want die zullen toch in de praktijk niet naar Afghanistan gestuurd worden, gezien de gevaarlijke situatie daar, is mijn vooronderstelling. Maar in Nederland zijn ze dus ook niet meer welkom. Wilt u ervoor instaan dat kinderen hier niet in een moeilijke situatie terechtkomen? De staatssecretaris. Ja, u heeft vorige week, en ik kijk in dit geval ook eventjes naar mevrouw Pieri en mevrouw Kreuger, want die hebben er ook in de eerste termijn vragen over gesteld, of opmerkingen over gemaakt. U heeft vorige week de brief gehad, betreffende ook het landenbericht, waarin staat onder welke voorwaarden wel en welke groepen ook niet. Dus die brief heeft u vorige week gehad. En mensen vallen in die zin niet onder wal of schip. Tussen wal en schip. Want als men terug kan, dan zou men terug kunnen. Maar als men niet terug kan, krijgt men ook uiteraard een vergunning om hier te blijven. En niet dat men in iets... Limbo, dat woord zocht ik, in limbo zit. Oké, dank u wel. Ik ga naar meneer Brekelmans. Wilt u interrumperen? U krijgt zo de beurt hoor, om vragen te stellen. Meneer Brekelmans, ik ga gewoon het rijtje af. Ik heb geen interrupties meer. Dus nou, dan ga ik geen... Dus zal ik eerlijk over zijn. Nee, is prima. Nou, als u ook geen vragen meer heeft, dan ga ik naar... Ja, dat mag wel. Als ik, ja, oké. Okay. Ja. Krijg ik dan ook een bonus? Nee, maar ik ga hier niet... Ik heb hier niet de administratie van de interrupties bij me. Dit is gewoon een manier om snel verder te kunnen en op een adequate manier, dankzij de beantwoording door de staatssecretaris. Nou, dus als u interrupties heeft, ik zie u heel verbaasd kijken, mevrouw Kreuger. Nou, voorzitter, volgens mij hebben we afgelopen week een vrij emotioneel eerste deel van dit debat gehad. Waar wij een aantal partijen in hoog tempo al hun interrupties deden en hun telegraafkop te pakken hadden en hun filmpjes online. Om die partijen dan nou nu weer extra interrupties te geven, dan voel ik... Ik heb me ingehouden vorige fijn. Week. Nou, als u op tijd was geweest, had u zich met de orde kunnen bemoeien. Maar dat was u niet. Dus die was al bepaald voordat u hier was. Meneer Brekelmans, als u nog een vraag hebt... Nee, gaat u. We hebben vorige week een emotioneel debat gehad. En dat gaan we nu eens even niet hebben. We gaan dat nu eens even houden op de feiten. Meneer Brekelmans, heeft u een vraag? Nee, wel, maar ik voel me mevrouw Kreuger mee, dus ik laat mijn vraag zitten. Want hadden we inderdaad afgesproken, als zij nog vertaan dat soort typeringen als telegraafkoppen achterwege houden. Dat vind ik onnodig. Ja, goed. Ik dank u zeer. Het woord is aan de heer Slotenweg. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook de staatssecretaris bedanken voor de beantwoording, de brede beantwoording. Ik wil hem ook erg bedanken voor zijn inzet naar het tweede aanmeldcentrum. Daar heeft de CDA al eerder samen met andere partijen voor gepleit. En we zijn blij dat dit nu er gewoon goed uitziet. En daarmee ook de dank naar de gemeente Noordoostpolder.
die dan toch ook wel deze handschoen heeft aangenomen. Daarmee beginnend. Dan had ik nog wel een aantal vragen naar aanleiding van de antwoorden die de staatssecretaris heeft gesteld. En dat had in eerste instantie hebben wij gevraagd om... zou het nou toch niet mogelijk zijn voor gastgezinnen om een klein budgetje te doen? En dan zegt de staatssecretaris, ja, meneer Slotwig, u wilt toch ook geen verdienmodel ervan maken? En dat begrijp ik. Maar zou u toch ook niet kunnen denken, hè? We hebben natuurlijk ook, als het gaat over vrijwilligerscomplimenten en zo, dat men bijvoorbeeld daar gebruik van zou kunnen maken. Dat je op dat onderdeel toch ook die mensen die zich gastvrij opstellen, dat ze daar wellicht gebruik van kunnen maken. Dat vraagt dan wel weer volgens mij een uitname uit het budget van gemeentes. Maar nou, wellicht kan het Rijk daar wat in betekenen. Dat is één. En ten tweede, ik had er ook opgevraagd over het werkbudget. En daarin zegt de staatssecretaris, ja, ik ben met UWV bezig. Maar misschien ben ik daarin wat onzorgvuldig geweest in mijn formulering wat ik onder dat werk- en begeleidingsbudget versta. Dat is toch dat gemeente, hè, ook al is men bij een particulier opgevangen, dat er soms toch traumatische vragen langskomen bij de mensen die in die particuliere opvang zijn. En eigenlijk hebben de gemeenten daarvoor geen capaciteit, geen vergoeding om daar wat in te kunnen betekenen. Dat moet nu vaak met vrijwilligers worden opgevangen. En ik zou dus naast, hè, dat ik het fantastisch vind op het moment dat we deze mensen in het arbeidsproces kunnen schakelen, maar toch juist op dat gezondheidselement en andere elementen rond dagbesteding kijken van kunnen we gemeenten daarin wat bieden. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Eerst de eerste vraag. Op dit moment hebben wij, hè, want we kennen in Nederland natuurlijk het begrip van gastgezinnen al langer. Het is evidenter geworden rondom de Oekraïners, omdat we daar zien dat er 20.000 mensen in gastgezinnen zitten. Maar ook bij reguliere asielzoekers was het zo dat mensen ervoor konden kiezen om bij familie en vrienden te zitten. En we hebben daar er steeds niet voor gekozen om dan een vergoeding te geven aan de gastgezinnen. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan is... Sorry, voorzitter, er komt een nies aan. Even naar achter. Nee, hij komt niet. Nou, hij komt zo, schrikt u niet, maar ik denk opeens... ik voel een nies aankomen. Iedereen duikt weg. Ja. En dan ben ik toch helemaal van mijn propos af door mezelf. Oh ja, gastgezinnen. We hebben er niet voor gekozen om het geld dan te geven, hè, bij Oekraïners ook aan de gezinnen, maar aan de mensen zelf die dan een deel van hun vergoeding zouden kunnen geven aan de gastgezinnen. We lopen daar ook tegen allerlei juridische beperkingen aan. In het kader van wat doe je met mensen die bijvoorbeeld toeslagen krijgen. Wat doe je met mensen die uitkeringen krijgen? Vandaar dat daar allemaal niet voor gekozen is. Nog even los van het element, een uitname uit het budget van de VNG. Ik durf het niet eens hardop buiten deze Kamer te zeggen. Want dan moet mijn beveiligingsniveau, vrees ik, worden opgeschroefd. Dit is bij de VNG een buitengewoon gevoelig punt. Werkbudget heb ik u inderdaad volstrekt verkeerd begrepen. Ik denk dat ik u nu wel goed begrijp. We hebben daar toevallig ook vanochtend in de MCB over gesproken. Omdat de veiligheidsregio's een drietal eisen hadden gesteld in het kader van die 225 per veiligheidsregio. Namelijk zorg voor voldoende vervoer. Dat wordt nu geregeld via de dienst van justitie en via defensie. Zorg voor voldoende medewerkers. Daar is collega Hanke Bruijs-Slot mee bezig. En het derde punt was, wat is aangegeven hier ook door het CDA, is het punt van de zorg. Daar zijn we wel ook over in gesprek met diverse instanties, maar hier lopen we tegen het algemene probleem aan. Niet zozeer van de financiering, dat is geen punt. Geld zat is een iets te sterke uitdrukking, maar geld is hier echt niet het probleem. Maar gewoon de hoeveelheid zorgverleners die er in Nederland zijn. Dus we moeten op dit moment al daar waar wij crisisnoodopvang bieden in gemeentes of de schepen gaan neerleggen, moeten we al zorgen voor extra dokters en andere eerste lijn hulp. Gewoon om de gemeentes en de zorgsystemen daar te ontlasten. Dus dat is het probleem. Het zit hem niet op geld, het zit hem op mensen.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Pier. Oh, pardon, meneer Sloterweg, wilt u nog een vraag? Ja, ik had nog een andere vraag. Dat ging namelijk over de brief die wij hadden ontvangen rond terugkeer in inspectie. Waarin bleek dat de dienst vervoer en ondersteuning in 46% van de gevallen niet op tijd de vreemdeling heeft opgehaald. En daarvan geeft de staatssecretaris aan, ik zal dit uitzoeken en kom hierop terug. Ja, dan wil ik een beetje het tijdspad weten waarin ik de vragen zou kunnen krijgen. Maar er waren in die brief wel meer rare dingen. En dat krijg je toch een beetje als je procentuele cijfers allemaal benoemt. Ik zal het voorbeeld geven. Als ik heel goed keek, waren er 260 mensen die tenslotte begeleid zijn voor vertrek. En daarvan was er 5% die dat met hulpmiddelen moest gebeuren. Nou, 5% denk ik dan 13. En van die 5% staat dan in de brief, is er 1% waar kaakfixatie bij heeft plaatsgevonden. En als ik 13 mensen heb en ik zie 1% die kaakfixatie heeft, dan vraag ik me af, hoeveel zijn dat er dan precies? Want je kan toch niet 0,13 mens hebben die kaakfixatie heeft. Dus ik zou in dit soort gevallen toch eigenlijk liever, als je dat noemt, toch gewoon een absoluut cijfertje hebben dan dat we in percentages gaan werken, waardoor we dit soort rare getallen krijgen. Maar misschien kan de staatssecretaris hier een hele heldere uitleg hebben hoe het kan zijn dat bij 13 mensen bij 1% kaakfixatie plaatsvindt. De staatssecretaris. Ja, 1% is 20% van 5%. En er zit hier naast me iemand die volgens mij wiskundeleraar was en die kan bevestigen wat ik zeg. 1% is 20% van 5%. Dus in die zin moet u 13 dan delen door 5 en niet door 100. Oké, nou, dat... Ja. De voorzitter is het met me eens, dat is een deskundige. Zeker. Maar verder snap ik wel uw punt. Blijft nog ingewikkeld. Dat absolute getallen beter is dan in dit soort situaties percentages. Los daarvan had u ook nog een andere... Ik zie dat u denkt, wat zegt die man? Maar dit leggen we buiten de oor. Ik leg u dat later uit. Overigens 2,6 personen. Dat moet een stevige kaaksfixatie geweest zijn. Nee, precies. Maar de voorzitter. Maar goed. Nee, maar een 1/5 van 13. Ja. Maar we gaan hier niet te veel tijd. Maar los daarvan, voorzitter, zal ik ook ten behoeve van de begrotingsbehandeling met meer informatie komen richting de heer Slootweg en alle anderen. En ik ben het met u eens. Dit soort gevallen is absolute getallen beter dan percentages. Ja. Dat. Daarom zei ik voor de begroting. Ja, oké. Ik dank u zeer. Mevrouw Pieri, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Excuses dat ik iets later was. Ik heb een aantal vragen. Zal ik dat gewoon in één interruptie gelijk stellen in plaats van één voor één? Ja hoor, als u dat goed vindt. Heel fijn. Allereerst blij dat het duidelijk zwart op wit staat dat de asielstopideeën van tafel zijn en niet uitvoerbaar. Dus daar ben ik in ieder geval blij om. Als het gaat, een vraag over de kleinschaligheid. Ik zie dat er op zich wel over wordt nagedacht, maar het wordt niet gezien als dé oplossing. Terwijl zo'n beetje alle gemeentes waar ik mee heb gesproken, daar echt een enorme behoefte is aan die kleinschaligheid en de inpasbaarheid in de wijk. Zit het verschil erin dat de staatssecretaris dan uitgaat van de COA die dingen moet regelen? En dat ik er meer voor pleit dat je die regie dan bij gemeentes laat zitten. Dat is een vraag. Een andere vraag gaat over de PBL en de Dublin-claimanten. Want daar maakt mijn fractie zich wel erg veel zorgen over. Want we weten, kijk, Dublin-claimanten, ik snap wel het principe, ze horen terug te gaan naar het land waar ze als eerste de EU zijn binnengekomen. Maar er zit natuurlijk, we weten ten eerste dat er heel veel Dublin-claimanten niet worden teruggenomen binnen de 6 maanden. Dus alsnog hier in Nederland de asielprocedure ingaan. En we weten ook dat er heel veel echte vluchtelingen tussen zitten. Dus mijn vraag is, is de staatssecretaris bereid om een onderscheid te maken bij de Dublin-claimanten tussen veiliglanders en bijvoorbeeld een gezin uit Syrië? Voorzitter, uitzettingen Afghanistan. Ik ben blij dat er een groot aantal risicogroepen zijn benoemd. Dat er een voordeel van de twijfel wordt gegeven. Maar dan vraag ik me vooral af waarom het vorige week zo groot nieuws was. Dat Nederland weer uitzettingen gaat toestaan naar Afghanistan. Terwijl we waarschijnlijk, als ik het goed begrijp, niemand tot misschien een aantal mensen zouden uitzetten. Is dat dan een beeldvormingsvraag? En tot slot, voorzitter, een kleine vraag, want we kregen om 13:50 nog een brief.
Dus die heb ik net heel snel net kunnen lezen voor mijn inbreng. En daar staat onder andere dat we in gaan zetten op werknemers van buiten de EU naar Nederland halen voor de cruiseschepen, waar asielzoekers worden opgevangen. Dat is tenminste, als ik het snel goed heb gelezen. En mijn vraag is überhaupt, kunnen we niet kijken waar personeel nodig is, of we niet gewoon statushouders die al in Nederland zijn, recht hebben om hier te verblijven, of we hen kunnen inzetten? Dank u wel. Dank u wel. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Voor mevrouw Pieri binnenkwam, zei ik, want u noemde net het tijdstip waarop u de brief kreeg, dat het weliswaar heel laat was, maar dat het me beter leek dat u het kreeg voor dit debat dan dat ik het aan het einde van de middag had gestuurd. Met die betekent dat die laatste brief, dat is niet de bedoeling wat u net schetst. Wij huren die cruiseschepen. Op die cruiseschepen werken bemanningsleden. Die bemanningsleden die mogen in Nederland 10 dagen werken, omdat een normaal cruiseschip, zeecruiseschepen, die leggen aan en zijn binnen 10 dagen weer weg. Die bemanningsleden blijven op die schepen als die schepen hier een half jaar werken. En dan moet de minister van Sociale Zaken daar toestemming voor geven dat die mensen op die schepen mogen blijven. Want normaal gesproken zouden ze niet langer dan 10 dagen in Nederland mogen blijven en zouden ze weg moeten. Dus dat is het geval. Dus er worden geen mensen ingevlogen. Het is gewoon de reguliere bemanning. Dat is één. Twee, Afghanistan. Ja, ik denk dat u gelijk heeft dat het inderdaad maar om een kleine hoeveelheid mensen gaat. Dus dat is inderdaad wat het beeld is geworden. U zegt beeldvorming. Dat is nog door ons, nog zover ik weet, door anderen gebeurd. En hoe het uiteindelijk in de media gaat. Gelukkig leven we in een land waar de staatssecretaris daar geen enkele invloed op heeft. Wij brengen gewoon een landenbericht uit. Of het nu gaat om Afghanistan of om welk ander land dan ook. Even een korte vervolgvraag. Dank u wel, voorzitter. Mag ik dan, wat vindt de staatssecretaris van als ik dan de conclusie trek dat Afghaanse asielzoekers die hier een jaar lang in onzekerheid zaten omdat de asielprocedure niet werd voortgezet, dat die nu eindelijk duidelijkheid krijgen en dat hun asielprocedure dus wordt behandeld en waarschijnlijk zal worden afgerond met een verblijfstatus. Is dat dan de juiste interpretatie van wat u gaat doen? De staatssecretaris. Ja, even voor dit debat. We hebben twee groepen Afghanen, zeg ik maar eventjes in dit geval. We hebben natuurlijk de Afghanen die wij in het kader van de door u aangenomen motie, onze oud-medewerkers, daar hebben we het überhaupt helemaal niet over hè, op dit moment. Dus we hebben het over de Afghanen die als, tussen aanhalingstekens, normale asielzoekers hier naartoe zijn gekomen. Niet over die eerste groep. En bij die eerste groep gaan we nu gewoon het reguliere proces in. En als zij vallen onder de uitzonderingen zoals die genoemd staan in de brief die u vorige week heeft ontvangen, dan krijgt men dus een verblijfsstatus. Ja. Ja, gaat u verder. Dan de Dubliners. Ja, daar zit ik wel relatief simpel in, zou ik zeggen. Op het moment dat een echte vluchteling, of een niet-echte vluchteling, vind ik in dit geval, ik zou bijna zeggen, een irrelevante vraag. Op het moment dat jij in een van onze Dublin-landen, zeg ik maar eventjes, bent binnengekomen en daar ook als zodanig geregistreerd bent, dan moet jij ook daar in beginsel in de procedure worden genomen. Dus stel, je komt binnen in Italië en je reist door naar Nederland, dan is wel mijn regel, nee, u moet terug naar Italië, want dat is het land van binnenkomst. Er zijn twee uitzonderingen op. De eerste uitzondering is, er zijn landen waar we niet naar terug mogen sturen van de Raad van State. Griekenland is daar een voorbeeld van, omdat de Raad van State zegt, daar zijn de voorzieningen te slecht. Nou, dan doet het niet meer toe wat ik vind. Als de rechter heeft gesproken, heeft de rechter gesproken, je moet de uitspraken van de rechter nakomen. En de tweede categorie is dat er landen zijn binnen de Schengen-deal die gewoon zeggen, wij trekken ons niks aan van die Schengen-deal. Wij nemen gewoon geen mensen terug. Punt. Ik vergis me overigens, het is dan derde uitzondering. Ja, dan vind ik dat die mensen terug moeten naar dat land. Maar als dat land ze weigert terug te nemen, dan kunnen we niet anders dan ze in Nederland de procedure nemen. En de derde uitzonderingsgrond is natuurlijk het hele Oekraïne-verhaal. En dat is mensen die vanuit
de... Daar is die. Dank u. Die vanuit de Oekraïne naar, in dit geval, Polen, Hongarije zijn gereisd. En vervolgens doorreizen. Daarvan hebben we op Europees niveau afgesproken dat we daar niet de Schengen-regel gaan toepassen door te zeggen, u bent via Polen teruggekomen, binnengekomen, dus gaan we terug naar Polen. Want die vangen inmiddels al 3 miljoen mensen op. Dat is ietsje meer dan het gemiddelde van Europa, laat staan van Nederland. Maar dat zijn de drie gevallen waarin ik zeg, dan geldt het niet. In alle andere gevallen geldt wat mij betreft de regel terug naar het land van... Maar dat was uw vraag niet. Nou, dan heb ik u verkeerd begrepen. Mevrouw Piri. Voorzitter, ik snap hoe de Dublin-regel werkt. Dat snap ik. En ik ben daar ook voor en ik vind ook in principe moet zo iemand terug naar het eerste land. U gaat sobere opvang doen vanwege overlastgevende asielzoekers. Kan ik me ook in vinden. Dat zijn dus veilige landers. Maar u besluit nu om ook Dublin-claimanten in die sobere opvang te zitten. Daar zitten ook Syrische gezinnen tussen, dat weet u. Die kunnen ook Dublin-claimant zijn. Die gaat u nu vermengen met overlastgevende asielzoekers. Mijn vraag is, wilt u dan binnen de Dublin-claimanten kijken of iemand uit een veilig land komt, of dat dat niet het geval is? Nee, ik had u dus inderdaad totaal verkeerd begrepen. Dus excuses daarvoor. Klopt. Wat we hebben gezegd is dat we een versneld traject doorlopen, zowel voor de overlastgevende groep als voor de Dublin-claimanten. Overlastgevende groep is behoorlijk weinig discussie, ook in dit gezelschap. Als het gaat om Dublin-claimanten is het natuurlijk zo dat we daar wel de zorgvuldig... Daar moeten we overigens bij. Overlastgevers moeten ook zorgvuldig zijn, hè? Dus daar geen onduidelijkheid over. Maar als het gaat om de Dublin-claimanten moeten we natuurlijk wel ook hierin onderscheid maken tussen om welke mensen gaat het. Daar heeft mevrouw Pieri natuurlijk helemaal gelijk in, voorzitter. Mooi, dan had ze nog één vraag. Ja, de kleinschaligheid. Kleinschaligheid is wat mij betreft absoluut aan de orde. Alleen, kleinschaligheid betekent niet dat je kunt zeggen, iedere gemeente pakt één kleinschalige voorziening. Want als je 344 gemeentes hebt en die pakken allemaal een voorziening van 50 plekken, dan zit je met 344 gemeentes ongeveer op de helft van de opvang die je hebben moet in Nederland. Ik denk dat mevrouw Kreugen nu zei, dan moet dus iedere gemeente twee van die plekken van 50 pakken. Nou, klopt, dan begin je in de buurt te komen. Ook daar moet je natuurlijk weer onderscheid in maken, want de kleinste gemeente in Nederland moet je echt minder aan vragen dan aan de grootste gemeentes in Nederland. Maar in beginsel kan dit. Daar doe ik niet moeilijk over. En speelt, en dan is geld denk ik niet het eerste issue. Wat wel voor het COA belangrijk is, is de personele component. Je hebt op een locatie van 50 mensen verhoudingsgewijs meer mensen nodig dan in een locatie van 150 of 250 mensen. De portier deel je gewoon anders door andere getallen. Dus dat is een vraagstuk. Maar als gemeentes ook bijvoorbeeld zeggen, er zijn een aantal gemeentes, Rotterdam is daar een goed voorbeeld van. Rotterdam zegt, wat mij betreft doen wij het gewoon zelf. Prima, be my guest. Eerlijkheidsgebied te zeggen, dat kan een stad als Rotterdam, die ietsje groter is dan de gemiddelde gemeente, makkelijker regelen dan Schiermonnikoog. Dank u wel. Ik ga naar meneer Koesen. Voorzitter, dank u wel. Ik bedank de minister in de eerste plaats voor de staatssecretaris voor het beantwoorden van de vragen in de schriftelijke ronde. En ik ben ook wel verheugd dat er eindelijk een tweede aanmeldcentrum wordt gerealiseerd. En dat tegen de achtergrond van opnieuw de situatie dat er weer mensen bij Ter Apel in tenten hebben moeten slapen. Drie vragen, voorzitter. In de eerste plaats heb ik een vraag gesteld over de grondoorzaken. En ik lees in de brief dat de staatssecretaris aangeeft dat wij onze buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gaan versterken. En dat we de oorzaken in het najaar tijdens de begrotingsbehandeling of zo voor de begrotingsbehandeling gaan adresseren. Ik vind dat nogal holle frases, voorzitter. Ik lees graag in het najaar ook wel hoe er invulling wordt gegeven aan het versterken van die functie en hoe dan die oorzaken worden geadresseerd. Maar mijn vraag is, kan je eigenlijk aan die geadresseerde oorzaken werken op het moment dat de eerstejaarsopvang voor vluchtelingen in het budget van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zit? En moet daar niet een fundamenteel andere keuze in gemaakt worden? Tweede punt.
Voorzitter, de capaciteit die voor Oekraïners is vrijgemaakt, wordt niet volledig gebruikt. En dan zegt de staatssecretaris dat dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, dat die plaatsen nodig zijn, maar dat het aan de gemeente is om daar invulling aan te geven. Gemeenten bieden namelijk die ruimte. En ik vraag de staatssecretaris of hij dat eigenlijk wel fair vindt. Op het moment dat er mensen dus in Ter Apel in tenten moeten slapen en er is gewoon ruimte die beschikbaar is, zouden die gemeenten dan ook niet de verantwoordelijkheid moeten nemen om die mensen ook echt een plekje te bieden? Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Derde punt, voorzitter, gaat over het woordje crisis. Want we hebben een opvangcrisis in Nederland uitgeroepen. Dat betekent dat het Veiligheidsberaad een nadrukkelijke rol gaat spelen. En we lazen ook dat de NCTV daar een coördinerende rol in gaat hebben. En dat heb ik niet teruggelezen in de beantwoording. En ik zou graag van de staatssecretaris willen weten wat de laatste stand van zaken is. En of hij die onzalige plannen waar de NCTV een coördinerende rol gaat krijgen, dat die echt van tafel moeten. Want als er één organisatie is in Nederland die bewezen heeft gefaald waar het gaat om het beheersen van crisis, dan is dat de NCTV wel. Mijn fractie heeft daar weinig vertrouwen in. En ik vraag me af wat de staatssecretaris daarvan vindt. De staatssecretaris. Voorzitter, er hebben vannacht geen mensen in tenten geslapen. Want er staan namelijk ook geen tenten bij Ter Apel. Er hebben vannacht wel 30 mensen buiten geslapen. Voor die mensen hadden wij opvang. Alleen die mensen wilden niet naar de opvang toe. Omdat die zeiden, als we naar de opvang gaan, dan lopen we het risico dat we morgen niet vooraan staan bij het proces IND Vreemdelingenpolitie. Dus wij kiezen ervoor om buiten te slapen. Want dan zijn we morgen de eerste. Dat laatste klopt. Maar we hadden voor hen opvang geregeld. Toch is het wel terecht dat de heer Kuzu daar een opmerking over maakt. Want ik sluit niet uit dat er de komende dagen wel weer tenten zullen staan. Daar zijn we letterlijk wel gisteravond en vandaag over in gesprek met in dit geval het Rode Kruis. Want die levert namelijk die tenten. Omdat we onvoldoende plekken hebben op dit moment, met stand van vanochtend 11:30... om iedereen voor vannacht onderdak te bieden. En als je er vrijwillig voor kiest, vrijwillig tussen aanhalingstekens, om buiten te slapen, vind ik het wat anders als wij een plek voor je hebben. Maar voor vanavond hebben we de plekken nog niet dicht. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat we dat weer moeten hebben. En dat komt omdat we meer plekken moeten creëren om de opvang te doen. Wat we nu zien is dat we elke week ongeveer 300 mensen in Ter Apel meer binnenkrijgen dan er ook in Nederland uitstromen. Dat kan uitstromen zijn naar het land van herkomst of het Schengenland van herkomst. Maar dat is ook voor een groot deel statushouders die niet uitstromen naar woonplekken. Inmiddels zitten we op 36% bezetting met statushouders. Dat blijft groeien. We zien die cijfers echt groeien. 36% van de opvang is inmiddels statushouder. Als we zo doorgaan, dan ben ik geen staatssecretaris meer verantwoordelijk voor asiel, maar dan vang ik statushouders op en af en toe ook nog een asielzoeker. We moeten echt die doorstromen moeten we zien te bevorderen. Meneer Kuzu heeft gelijk. Wat ik wel eens zeg, ik heb het makkelijkste van alle bewindspersonen. Want ik ben niet bezig met de vraag over wat kost het en blijf ik wel binnen mijn budget. Want ik word betaald door de minister van BHOS. Die betaalt het eerste jaar. En dat is een soort nakalculatie, want je kunt niet zeggen, u heeft een budget van X en is het geld in juni op, dan stoppen we ermee. Dus er vindt nakalculatie plaats uit de begroting van de minister van BOS. Althans, als we het hebben over niet-Oekraïners. Oekraïners, dat loopt niet via BOS, maar BOS wel. En dat betekent dus dat naarmate ik meer geld uitgeef, de minister van BOS minder geld kan uitgeven in de landen waar de mensen vandaan komen die hier naartoe vluchten. Vandaar dat ik ook vorige week in de eerste termijn heb gezegd, op het moment dat wij aan deals doen in samenspraak van de minister van BOS met mij, met de landen van herkomst, waardoor we zeggen, als u mensen terugneemt, investeren wij in uw land, dan doe je dubbel wat en mensen gaan terug en je investeert daar om te voorkomen dat mensen deze kant op komen. Nou, het is letterlijk zo dat ik over 2 uur en 20 minuten
met de minister van BOS om de tafel zit om het te hebben over hoe gaan we dit soort zaken vormgeven. Nu moeten we echt denken aan dat we tegen landen van herkomst zeggen, kunnen we met jullie deals op dit punt sluiten? Dat is een win-situatie. Capaciteit Oekraïners. We zitten inmiddels op 92%. En we zien het aantal Oekraïners in de gemeentelijke opvang zien we toenemen. Dat komt voor het grootste deel door mensen die nog steeds vanuit niet-Nederland naar Nederland toekomen. Overigens valt het in Nederland reuze mee. In Duitsland heeft de afgelopen maand een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal mensen die gekomen zijn. Een verdubbeling betekent in het geval van Duitsland van 400.000 naar 800.000. Wij pakken over het algemeen, zou je zeggen, als we dat zouden doen in Nederland, dan zouden wij de afgelopen tijd in Nederland bijna 80.000 mensen bij moeten hebben gehad. Nou, dat is niet het geval, maar we zien nog wel elke week er 1500 mensen bij komen. Dus we groeien langzaam maar zeker naar die 100% toe. Tegelijkertijd vind ik het onverteerbaar, zeg ik tegen de heer Kuusu, dat ik aan de ene kant lege bedden zie en aan de andere kant tentjes in Ter Apel zie. Daar zijn de heer Kuusu het over eens. Vandaar dat ik ook wel continu aan gemeente vraag, dames en heren, gebruik de capaciteit die je hebt ten behoeve van Oekraïners voor niet-Oekraïners. Maar, vraag ik je meteen achteraan, ga wel de ophoging doen van de 50.000 plekken voor Oekraïners naar de 75.000 plekken voor Oekraïners. Want we moeten wel zorgen dat we de mensen die nu in de particuliere opvang zitten, en waarom zeg ik particuliere opvang, voorzitter, dat zijn de mensen die dus echt niet gereguleerd ergens zitten, dat zijn er 20.000. Daar moeten we een buffer voor hebben. Als mensen op een gegeven moment zeggen, nou, ik vind het nu genoeg, nu moet de overheid het maar gaan doen. En om de doorstroom vanuit landen als Polen of eventueel Oekraïne te kunnen opvangen. Maar ik pleit daar dus wel voor bij gemeenten. En tot slot, voorzitter, nee, de crisissituatie die is ingeroepen is niet bedoeld om het Veiligheidsberaad in positie te brengen. Die is bedoeld om de MCCB-structuur in werking te stellen. En dat betekent dat onder leiding van dan wel de minister-president, dan wel de minister van Justitie, dat is gewoon wettelijk, hè? Dat heeft niks te maken met het onderwerp. Het is gewoon altijd maar één van deze twee. En dat is in de praktijk de minister van Justitie. Vergaderingen worden belegd in een structuur waarbij eerst de ambtenaren bij elkaar komen en dan de bestuurders bij elkaar komen. We hebben er vanochtend weer één gehad. We hebben dat elke week op de woensdag. En dan de besluiten kunnen worden genomen die genomen moeten worden. En dan hebben we ook geen ministerraad meer nodig, want de MCCB-structuur is de enige structuur waarbij een onderraad besluiten kan nemen die ook geldig zijn en het niet nog door moet naar de ministerraad. Daar is die voor bedoeld. En ja, in die structuur speelt de NCTV een rol. Overigens, ik denk volstrekt anders dan de heer Kuusu over de NCTV. Maar die speelt erin een rol. In de faciliterende zin, maar ook niet meer dan dat. Het is verder gewoon een vergaderstructuur onder voorzitterschap van de minister van Justitie. In aanwezigheid van de verantwoordelijke bewindspersonen die er verder bij zijn. De VNG, Veiligheidsberaad, IPO, Rijksheren en dan ben ik er. Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Kreuger, op links. Dank u wel, voorzitter. En ik zal ook gewoon de vragen die ik heb achter elkaar stellen. Hoeveel heeft u er? Ik heb 3 vragen. Nou, helemaal goed. 1 gaat over financiering. Daar had ik in eerste termijn of in het eerste deel vragen over gesteld. Falende COA-financiering. En dan schrijft de staatssecretaris daarop: de financieringssystematiek of beschikbare middelen zijn de afgelopen jaren geen begrenzende factor geweest voor de productie van de IND of het aantal beschikbare opvangplekken bij het COA. Nou, dat staat echt haaks op eigenlijk het advies en de analyse van de ACVZ en de Raad Openbaar Bestuur. Dus daar zou ik toch een reflectie van de staatssecretaris heel graag op krijgen. En dat kan ook schriftelijk in de hele reactie op dat debat. Want zij constateren, de financieringssystematiek staat in belangrijke mate aan de basis van de gecreëerde crisis waarin het asielstelsel zich telkens weer bevindt. Dus dat zijn toch wel 2 hele verschillende opvattingen. En ik deel meer de mening van de ACVZ. En mijn vraag is eigenlijk aan de staatssecretaris, wat gaat er nou gebeuren om een stabiel en flexibel opvang stelsel neer te zetten met daarbij horende financieringssystematiek en komt dat voor de begroting in het najaar?
Dan een vraag specifiek over de kleinschaligheid. Ik hoor eigenlijk de staatssecretaris zeggen, nou, ik vind het prima als gemeentes dat willen. Maar we sturen wel het COA met bepaalde randvoorwaarden en bepaalde specificaties op pad in onderhandelingen met gemeenten. In hoeveel personeel ze kunnen inzetten per locatie, et cetera. En ik zou heel graag willen dat de staatssecretaris het COA eigenlijk gaat sturen op die kleinschaligheid. En wat is daarvoor nodig? En is dat dan een geldkwestie? De staatssecretaris zegt het is meer een personele kwestie. Nou, personeel gaat vaak ook over geld. Dus toch meer over als wij politiek willen aansturen op kleinschaligheid, wat is daarvoor nodig? En dan tenslotte, voorzitter, een vraag over die sobere opvang. Ik heb wel heel veel moeite met dat wij nu a priori eigenlijk zeggen, we gaan veilige landers en Dublin-claimanten allemaal over één kam scheren. En in die sobere opvang stoppen, omdat er een issue is met overlastgevende asielzoekers, wat een heel specifieke groep is. En de vraag die ik daarbij heb, is graag een reactie over in hoeverre de staatssecretaris dit rechtvaardig vindt om een hele groep zo over één kam te scheren. En hij schrijft dat er positieve ervaringen zijn met de sobere opvang tot nu toe. Dan vraag ik me af, is er een evaluatie van en kan die dan naar de Kamer komen? Dank u wel. Ik zie dat naarmate de vergadering vordert, de vragen en de antwoorden langer worden. Ik zie het wel als mijn rol om te beginnen te vragen om de antwoorden iets in te gaan korten. We hebben natuurlijk alle tijd, maar we hebben ook nog genoeg andere dingen te doen, denk ik. Dus ook een oproep aan de staatssecretaris om zo beperkt mogelijk te zijn. Ik hoor wat u zegt, voorzitter. Financiering is geen enkel punt van discussie. En de heer Brekelmans heeft vorige week in reactie op vragen van mevrouw Kreuger ook gezegd, voorzitter, hoe het zit. Het heeft namelijk te maken met nacalculatie. En dat ging toen over de 128 miljoen waar mevrouw Kreuger het over had. Dus dat is niet het issue. Wat wel het issue was in de afgelopen jaren, en daar zowel mevrouw Kreuger als mevrouw Piri vorige week over begonnen, is dat we na 2015... en de opvangcapaciteit die we toen hadden, zijn gaan afbouwen. En dat is buitengewoon onverstandig geweest en moeten we dus ook niet meer doen. Op het moment dat wij erin slagen in Nederland om de kiezersnoodopvang en de noodopvang naar nul terug te brengen, en het dreigt vervolgens leegstand in de reguliere AZC's, dan moeten we dat niet als een bedreiging zien, maar als een winstpunt zien. Want we moeten in mijn ogen toe naar een bezettingsgraad in de reguliere AZC's die, ik zeg nu even, op 90% zit en daarmee dekkend is voor de reguliere opvang. Dan heb je de flexibilisering waar je het over hebt. En we moeten niet de fouten maken uit het verleden dat we denken, hé, er dreigt een AZC leeg te gaan staan, sluiten dat AZC, medewerkers eruit en tegen de gemeente zeggen bedankt en we komen de eerstkomende 10 jaar niet bij u terug. Want we weten dat we binnen 10 jaar wel bij die mensen terugkomen. Dat we weer dat pand nodig hebben en dat we wellicht het personeel nodig hebben. Dat is in mijn ogen de fout die is gemaakt. En dat moeten we dus ook in de toekomst niet meer doen. Dat is onderdeel van die flexibele schil waar we naartoe moeten gaan. En ik ga verder nog reageren op het rapport waar u het over heeft. Maar u moet er niet raar van opkijken als datgene wat ik nu zeg zich ook vertaalt in de reactie op dat rapport. Het COA is op de hoogte van het feit dat ik ook tegen het COA heb gezegd, ik zeg het namens ongeveer wekelijks tegen ze, werk ook mee aan kleinschalige locaties. En daarin is financiering niet het issue. Het COA zegt, dat weten we, beste staatssecretaris. Wat wel een discussiepunt is, is het personeel, dat is 1. En 2, besef wel dat als je 1 locatie hebt van 300... dan moet je daar dus wel 10 locaties van 30 van maken. En 10 locaties is moeilijker te vinden dan 1 van 30. Dus dat is wel het onderwerp. Maar geld is daarin, wat mij betreft, geen onderwerp van discussie. Korte vraag van mevrouw Kreuger. De luxe hebben we niet. Ja, voorzitter, is voor mij wel echt een verschil tussen de opdracht aan het COA werk ook mee aan kleinschalige opvang, of de opdracht aan het COA zet in op kleinschalige opvang, want daar is veel meer draagvlak voor. En dat zou ik de boodschap willen dat de staatssecretaris het COA meegeeft. Staatssecretaris. Dan formuleer ik het anders, voorzitter.
Ik vind het heel goed als het COA daar aan meewerkt. Want ik zie het liefst, dat weten we ook in het kader van de discussie die we nog gaan krijgen, rondom al dan niet verplichten van gemeentes. Ik wil helemaal niet dat gemeentes verplicht worden. Ik wil dat het gaat op basis van draagvlak. En als een gemeente zegt, ik wil graag opvang bieden, en dan doe ik 2 keer 50 plekken. En dan heb ik het even niet over Amsterdam en Rotterdam. Want daar zou ik 2 keer 50 zou ik echt niet fijn vinden. Maar als een reguliere gemeente zegt 2 keer 50, zeg ik top. Met een gemiddelde van 116 plekken per gemeente heb ik de boel sluitend in Nederland. Oké, gaat u verder. Als het gaat om de sobere opvang, voorzitter, dan is er inderdaad een evaluatie. Die heb ik hier letterlijk voor me. Nou, wat ik voor me heb, daar moet ik toe in staat zijn om op centen te drukken. En dan heeft mevrouw Kreuger en uiteraard ook uw voorzitter en al andere leden heeft die ook. En ik zou graag zien dat wij in Nederland op een aantal plekken sober opvangen hadden. Omdat we namelijk daarmee echt zien dat een bepaalde groep mensen zegt, ja, als dit de opvang is die ik krijg, nou dan vertrek ik wel. En dat is niet de categorie echte vluchteling. Dat is 1. 2. Als u het mij vraagt, dan zouden we mensen uit bepaalde landen überhaupt niet meer in de opvang moeten opnemen. Die zouden dan wel in de asielprocedure moeten kunnen, omdat we zouden iedereen die dat vraagt moeten kunnen constateren van, jij komt weliswaar uit een veilig land, je bent zeer kansarm als het gaat. Wacht even met, want ik zie dat u gesloten gaat zitten, daar komt zo wel een nuancering. U komt weliswaar uit een zeer kansarm land, maar u kunt natuurlijk net die ene zijn voor wie asiel wel geldt. Dus ik vind dat we ook kansarmen, dat is niet hetzelfde als kanslozen. Kansarmen moeten we wel in procedure nemen. Alleen het liefst zou ik zien dat we bepaalde groepen niet in de opvang opnemen. Alleen, dat kan niet. Dat hebben we met elkaar afgesproken dat we dat niet doen. Dus ook mensen die uit een kansarm land komen, moeten we nog steeds in procedure nemen. En ook in opvang nemen. Dat verplicht ook de Raad van State ons. Alleen daarbij zeg ik dan wel tegen die groep, dan ga je wel zo snel mogelijk door het systeem heen. En we geven je ook sober opvang. En dat betekent heel concreet dat op het moment dat wij aan bepaalde mensen geen geld meer geven, leefgeld geven, maar zeggen, u krijgt uw voorziening in natura, dat mensen dan al zeggen, oh, maar als ik het in natura krijg in plaats van in geld, dan zoek ik het zelf wel uit en trek ik me terug uit de procedure. Dat zijn niet de mensen met de sterkste verhalen als het gaat om vluchteling zijn. Ja. Dank u wel. Korte vraag van mevrouw Kreuger of opmerking? Ja, voorzitter, ik zie uit naar deze evaluatie en ik denk dat het zinnig was geweest als we die meteen hadden gehad. Want de staatssecretaris schetst nu een hele specifieke groep en hoe die reageert op zo'n sobere opvang. Maar wat hij doet is voor de hele groep veilige landers en de hele groep Dublin-claimanten dat stellen. En niet voor de groep die overlast geeft of de groep die dan zo afhaakt. En dat voelt, daar zit dan geen rechtsgelijkheid in. En daar heb ik wel echt heel veel moeite mee. De staatssecretaris hier nog over. Ja, u krijgt de evaluatie per omgaande toegestuurd. Dus dat is geen punt. Ja, en hierin verschillen, en dat kan ook af en toe gebeuren, voorzitter, mevrouw Kreuger en ik van mening. Dat komt hier wel eens voor. Ja. In dit huis. Ja. Dat, dus we zijn het gewoon op dit punt oneens met elkaar, mevrouw Kreuger. Maakt het ook weer. Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar zo af en toe. Goed zo. Dan kom ik bij mevrouw Simons met de vraag of zij nog vragen heeft over de schriftelijke beantwoording. Of over de brief. Voorzitter, ik heb 2 vragen. De eerste is eigenlijk in aansluitend op de vraag van de heer Van Dijk, mevrouw Piri, mevrouw Kreuger, omdat ik toch nog even echt helder probeer te krijgen wat de staatssecretaris nou probeert te zeggen. Wat ik basically wil weten is, nu het moratorium wordt opgeheven voor Afghaanse vluchtelingen, is er dan de kans dat vluchtelingen teruggestuurd worden? Wat de uitzonderingsposities van alle groepen naar wie verwezen wordt in de brief daarin betekent? En waarom er dan specifiek alsnog wordt verwezen naar alleen verwesterde vrouwen, gemarginaliseerde minderheden of niet praktiserende moslims die eerder het
voordeel van de twijfel verdienen. Dus het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom die uitzonderingspositie voor deze groepen toch genoemd wordt. En mijn tweede vraag, voorzitter, zal ik gelijk stellen, is wat is de status van de motie die vorig jaar is ingediend tijdens de begroting van deze van de JNV, en die is ook aangenomen, om een einde te maken aan de misstanden bij aanmeld- en opvangcentra, omgevingen te creëren waarin vluchtelingen kunnen beginnen met heling van hun trauma's en daarbij de benodigde adequate psychologische zorg te bieden aan hen die het nodig hebben. Ik haal even de letterlijke tekst van de motie erbij. Dus verduidelijking over die status van bepaalde groepen Afghanen en de status van de uitvoering van de motie. Ja, de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Conform de brief die u vorige week heeft ontvangen, is het zo dat mensen die uit Afghanistan komen, nogmaals, niet de eerste groep waar ik het net over had, hè, de mensen die voor ons gewerkt hebben, daar hebben we het even niet over. Maar reguliere mensen die vanuit Afghanistan zich melden in het proces, die gaan nu in procedure, want daar hadden we een moratorium op. Dat gaat nu verder vervolgd worden. En vervolgd in de betekenis van vervolgen, hè? Ja, voor het daar discussie over ontstaat. En als zij behoren tot de groepen die in de brief genoemd zijn, dan gaat men niet terug naar Afghanistan, als men niet behoort tot die uitzonderingsgroepen. Maar ik zeg uitzonderingsgroepen, het is een veel langere lijst dan u normaal gesproken ziet bij sommige landen. Als men niet behoort tot deze groepen, dan is het mogelijk om teruggestuurd te worden naar Afghanistan. En het gaat dus niet om de mensen die in die uitzonderingslijst staan en niet om de mensen die wij hier naartoe hebben gehaald in het kader van de oorlog. En de tweede dat is één. En de tweede vraag van mevrouw Simons. Kijk, op dit moment is het heel simpel. We proberen iedereen onderdak te brengen en dat doen we op de, ik kan bijna zeggen, raarste plekken. In sporthallen, in evenementenhallen, die we soms maar voor een dag hebben. En dan moeten we de mensen weer doorverhuizen. En daarmee bieden we geen opvang zoals mevrouw Simons en ik dat zouden willen. En ik zeg mevrouw Simons, omdat zij de vraag stelde, voorzitter, maar dat geldt voor het overgrote deel van de Kamer. Daar wil je echt een ander niveau op het gebied van opvang voor kinderen, op het gebied van reguliere zorg en op het gebied van psychosociale zorg. Daarom moeten we ook toe naar een systeem waarbij we meerdere aanmeldcentra hebben. Daar heb ik vandaag een stapje in gezet. Dan moeten we toe naar het stoppen met kiezersnoodopvang en noodopvang, omdat gewoon onze reguliere capaciteit voldoende moet zijn. En dan moet die reguliere capaciteit, waar namelijk wel gewoon onderwijsvoorzieningen, jeugdvoorzieningen, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen zijn, ook nog eens een keer op een zodanig niveau zijn dat we de bewegingen die er zijn, er komen nu eenmaal het ene jaar meer dan het andere jaar, kunnen opvangen. Op dit moment maken we dat niet waar. En op dit moment maken we dus ook de uitvoering van de motie waar mevrouw Simons het over had, gewoon niet waar. En daar moeten we wel naartoe werken. Dank u wel. Nog één vervolgvraag, mevrouw Simons. Ja, een obligate vraag eigenlijk, waarbij ik ervan uitga dat de staatssecretaris daar absoluut aandacht voor heeft. Maar juist onder deze omstandigheden, deze moeilijke omstandigheden waarin mensen verplaatst worden en zeg maar in minder gewenste omstandigheden verblijven, zou ik echt willen aandringen om juist in deze situatie toch te proberen op een of andere manier die psychologische opvang te regelen. Omdat het juist nu voor hen in deze situatie zo nijpend is. En met betrekking tot het eerste antwoord ga ik even nadenken en denk ik ook even in overleg treden met collega's om te kijken of we daar toch niet nog een beetje aan kunnen schaven, voorzitter. Ja, daar kunnen we dan in de tweede termijn op terugkomen. Ik ga naar de heer Ceder van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank voor de vragen. Ik had eigenlijk daarvoor nog De antwoorden bedoelt u waarschijnlijk. De antwoorden klopt. Naarlijk daarvan had ik nog wat vragen om wat verduidelijking te krijgen. Allereerst, ik heb aangegeven dat de PKN een uitvraag gedaan heeft bij meerdere leden. Maar die wel regie en steun en contact zoeken bij het Rijk en gemeente. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er contact is. Maar voorzitter, ik vraag me concreet af wat
wat er staat te gebeuren en wat de staatssecretaris ook kan doen. Juist ook omdat er ook wat koudwatervrees leeft. Juist ook omdat het onduidelijk is wie dan eindverantwoordelijkheid heeft en wie regie heeft. Dus ik heb de antwoorden gelezen, maar ik denk toch echt dat met een wat steviger antwoord wat er gaat gebeuren, bij wie ze kunnen met vragen, dat misschien ook juist meer mensen kan helpen om ook te helpen om de opvang de huidige uitstroom te bevorderen. Voorzitter, dan ten aanzien van de hotelregeling. Daar staat dat er 150 mensen hebben deelgenomen, maar dat er nog duizenden plekken nog openstaan. Het valt lager uit dan het kabinet en COA hadden gehoopt. Ik vraag wel af wat de factoren daarvan zijn en of we misschien ook wel aan de voorwaarden kunnen sleutelen om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker is. Er zijn 14.000 statushouders, als we een paar duizend daarvan weg kunnen zetten die toch al bij een gemeente horen, dan hebben we ruimte. Volgens mij willen we dat allemaal. U heeft gereageerd op een reactie dat voor het zomerreces, dus hopelijk voor vrijdag, en een reactie komt op het zwartboek. Ik heb wel geregeld aangegeven, volgens mij ook vorige week, of daarbij de reactie van het rondetafelgesprek wat op 24 juni 2021 hebben gehouden, naar aanleiding van het zwartboek. Rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht, of u dat daarbij zou willen betrekken. Dat heb ik een aantal keer gevraagd, maar ik zag dat de beantwoording zich richtte op alleen het zwartboek. Ik heb ook gevraagd wat over Van Zwol en de implementaties. Ik heb een aantal genoemd, maar dat heb ik niet in de beantwoording teruggezien. En qua kleinschaligheid, voor mij was het mevrouw Piri die dat ook noemde. Kleinschaligheid lijkt niet de sleutel tot de oplossing voor het tekort. Maar voorzitter, wij zoeken juist, en ik heb het ook niet in het debat teruggehoord, naar waar het er precies in zit. Want we lopen heel veel opvangplekken mis, juist omdat gemeenten aangeven en ook aan de deur kloppen. Wij willen wel, alleen niet zo groot. Dus is COA aan zet? Is het Rijk aan zet? En waar kunnen we aan aantrekkelijke voorwaarden werken? En ook met andere partners kijken om ervoor te zorgen dat we dit ook gewoon kunnen doorzetten. Want dan is het probleem ook gewoon minder. Want gemeenten willen wel, alleen de capaciteit, en dat snap ik ook wel, is gewoon een vraag. Dus voorzitter, dat waren mijn... Ja, ik dank u zeer. Ik kijk naar de staatssecretaris. Ik zet even één vraag. Ja, dan even de reactie. Hotelregeling. Ik heb al maanden geleden tegen het COA gezegd, toen zei ik 4.500. Jullie mogen 4.500 plekken via hotels gaan regelen. En ik heb toen gezegd, ik heb het liefst dat je dat doet met statushouders. Omdat statushouders, net als u en ik, gewoon ergens in Nederland in een hotel mogen zitten. Dat zijn geen asielzoekers, dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven. En als u en ik vanavond besluiten samen in een hotel te gaan, is er ook geen burgemeester of gemeenteraad die kan zeggen, die Ceder en Van den Burg, die wil ik niet. Dus ik heb gezegd, jullie kunnen 4.500 plekken op mijn kosten, Rijkskosten, even voor de helderheid, kunnen jullie gaan doen. Dat loopt voor geen meter. En er zijn een aantal redenen voor. De eerste is, het gaat goed met de economie. En dat betekent dat we gewoon weer heel veel hotels hebben die gewoon gevuld zitten met toeristen of zakelijke mensen die in die hotels zitten. Het tweede is dat hotels zeggen van, ik heb op dit moment een deal met een gemeente dat ik daar Oekraïners in zet. En ook als die plekken dan niet vervuld zijn, dan worden ze wel in het kader van de reservering betaald. En ik heb liever een lege betaalde plek dan een gevulde betaalde plek. Dat is beter voor mijn business. Het derde argument wat mensen gebruiken is, ik heb liever geen asielzoekers in het hotel, want daar zitten mijn reguliere gasten niet op te wachten, op die mix. En dan zeg ik, ja, het zijn geen asielzoekers, maar het zijn statushouders. Ik geef u aan wat de reactie is. En de vierde is, ik wil wel meewerken, maar alleen als de gemeente daarmee instemt. En er zijn gemeentes in Nederland die zeggen, ik stem daar niet mee in. Dan zeg ik, gemeentes hebben er niks mee in te stemmen, zeker niet als het gaat om statushouders. En dan zegt de hotel-eigenaar, dat kan zijn. Maar ja, ik heb wel die gemeente nodig om een aantal zaken met die gemeente te regelen. Dus beste staatssecretaris, ik vind in dit geval het gemeentebestuur toch best wel belangrijk. Ik zeg het meteen bij, er zijn ook hele nadrukkelijke uitzonderingen op alles wat ik hier net heb gezegd. En laat ik gewoon één hotelketen noemen die er echt met vlag en wimpel bovenuit springt. Dat is Van der Valk.
Nee, maar Van der Valk springt er echt met vlag en wimpel bovenuit. Die heeft werkt op allerlei punten in Groningen, in Zuidbroek, maar ook in Leusden, aan alle kanten en op vele plekken in Nederland, aan alle kanten mee. Die zegt gewoon, nou, ik wil niet zeggen op alles ja. Soms zijn er ook redenen om nee te zeggen. Maar Van der Valk doet het echt gewoon buitengewoon goed. En wat mij betreft, zeker ook in het uitplaatsen nu van die 7.500, kan het meer, maar de voorzitter wordt boos. Als het gaat om Van Zwol, ook genoemd in het coalitieakkoord met een aantal zaken, daar ben ik ook gewoon echt met mijn ambtenaren bezig. Ik heb er al een aantal vergaderingen over gehad, juist ook op dat punt. Alleen dat ga ik niet meer voor de zomer met u redden. Dus dat wordt... Ja, dan is de makkelijkste antwoord is na de zomer. Na de zomer voor de begroting. Maar ik denk, oprecht denk ik, dat de eerste stukken in september naar u toe komen. Gaat u verder? Meneer Seder? Voorzitter, zou ik dat als toezegging mogen toerekenen voor de begroting? Dat is ook wel nou, fijn. Het is al genoteerd. Dank u wel. Ja? Dan lees ik ook gewoon eventjes een antwoord voor. Maar ik lees het wel zwaar voor. Maar het is wel mijn antwoord formeel. Rapportonderzoek is begin volgende week beschikbaar. Zo, gaat u verder. Namelijk het zwartboek en 24-6. Ja? Gaat u verder. Dan met betrekking tot PKN. Moet ik even kijken. Daar zijn ook letterlijk vandaag nog gesprekken over geweest. Dat zal deze week in ieder geval niet tot resultaat leiden. Volgende week worden er weer verdere stappen gezet. En dan zal ik u daar ook in ieder geval over rapporteren. Dat is dan wel tijdens het reces, maar dat... Reces is geen vakantie. Dus, zeker niet. Goed. Nee, hartelijk dank. Alleen kleinschaligheid, voorzitter. Maar de eerlijkheid moet je zeggen, ik heb het woord kleinschaligheid opgeschreven, maar daarmee de vraag onvoldoende weergegeven. Ja, voorzitter, mijn vraag is waar dat aan ligt en of dat aan gemeente, COA of Rijk ligt. Juist ook omdat wij geluiden krijgen of geleiden, wij worden benaderd door gemeenten die aangeven, wij willen wel, wij doen een aanbod en vervolgens wordt er niets mee gedaan, terwijl we in het nieuws vernemen dat we op zoek zijn naar opvangplekken. En dat heb ik echt wel te vaak gehoord. Dus ik ben even naar op zoek of wij als Kamer kunnen helpen. Staatssecretaris. Nou, ik zou even op dit moment niet weten hoe u als Kamer kunt helpen. Wat het COA op dit moment doet, die is zo druk bezig om elke week 400-500 plekken te regelen, dat ze zich concentreren op de grotere locaties. Want ja, 2 keer 250 is sneller dan 10 keer 50. Dus dat is waar die op zit. Je merkt dat men bij het COA op dit moment minder de rust heeft, als ik het zo mag zeggen, om ook aan die 30, 50 locaties te werken. Maar men heeft absoluut alle ruimte. Fijn, dank u wel. Daarmee komt een einde aan de eerste termijn van de zijde van de staatssecretaris. En ik kijk of er nog behoefte is aan een korte tweede termijn. Die is er. Dan gaan we die houden en dan geef ik als eerste het woord aan de heer Eerkmans van JA 21. Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag een 2 minuten debat aanvragen. We raken uitgepraat met de staatssecretaris. Is een beetje de wat wrange constatering van mijn fractie. Staatssecretaris wil niet kijken naar instroombeperkingen. Wil niet kijken naar de oorzaak van de hele asielcrisis, de opvangcrisis. Dat is een instroomcrisis die dagelijks ons land binnenkomt en die ook niet wordt gedragen door de bevolking, zeg ik erbij. Ondertussen een tweede aanmeldcentrum wordt geopend in Noordoostpolder. Wat natuurlijk weer gevolgen heeft voor nieuwe komst, omdat er plekken zijn. Schepen worden aangetrokken enzovoorts. U ziet geen grenzen, de voorzitter, de staatssecretaris ziet geen grenzen. Hij ziet geen grens letterlijk niet en hij ziet geen grens figuurlijk niet. En het is een puinhoop, zonder bijsturing. Voorzitter, ik merk dat het een beetje lacherig wordt, ook dit debat zo nu en dan. Dan gaat het over hotels en Van der Valk en een beetje te grappen en te grollen. Voorzitter, wij gaan ons beraden als fractie. Wij vinden het niet zo leuk, we vinden het ook niet zo grappig allemaal. En ik kan u zeggen, we waren dinsdag in Budel en dan vergaat het lachen hier wel. En ik geloof dat de staatssecretaris daar morgen naartoe gaat. Hou u vast. Dank u. Dank u wel. Ik kom bij mevrouw Pot van D66.
Ja, dank voorzitter. Ja, in de tweede termijn. Ik heb de staatssecretaris net horen zeggen, in een bijzin, het ging over de opvang en dat er natuurlijk soms zorgen zijn over de medische begeleiding. Nou, in de eerste termijn heb ik wat vragen gesteld over de psychische ondersteuning van Oekraïners. Juist ook omdat die heel hard en ook op heel korte termijn nodig is. We weten uit allerlei onderzoek dat het belangrijk is om mensen op korte termijn echt ook psychische zorg te bieden. Nou, heeft de staatssecretaris in zijn beantwoording een aantal dingen geschetst, waaronder bijvoorbeeld de BIG-registraties. Ja, mij lijkt dat niet echt de weg, want dat gaat eigenlijk veel te lang duren voordat mensen daarbij horen. Dus ik wilde eigenlijk vragen of hij misschien kan aangeven hoe hij nou die bottlenecks wil tackelen, zodat mensen kunnen gaan helpen. Voorzitter, had ik een vraag over kinderen in de noodopvang. Daar had ik in mijn eerste termijn wat vragen over gesteld. En in de beantwoording werd daarover gezegd, nou, er wordt gekeken wat er mogelijk is. Nou, dat vind ik wel een beetje mager. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, als kinderen dan niet per se uitgeplaatst kunnen worden, wat kunnen we dan doen om toch hun situatie te verbeteren? Zeker ook de komende zomermaanden, waarin kinderen niet naar school gaan, misschien meer tijd hebben in die toch nogal waardeloze opvang. Dus dat in de eerste plaats, wat gebeurt er in de zomer? Maar kunnen we misschien ook na de zomer een update krijgen over deze situatie en wat daarmee is gebeurd? En dan tenslotte, voorzitter, ook even over deze zomer. Want we hebben hier natuurlijk inderdaad de gemeenteraad van Westerwolde gehad. Je merkte daarnaast natuurlijk die punten die zij ons hebben meegegeven, dat er gewoon ook heel veel zorgen waren over de komende zomer. Nou, we hebben het net ook even gehad over de situatie van mensen die natuurlijk niet weg willen gaan. Ik kan me daar best iets bij voorstellen. Ik kan me er ook iets bij voorstellen dat de staatssecretaris zegt, ja, maar ja, goed, er is wel opvang voor die mensen. Maar at the end of the day, onder de streep, zitten die mensen dan wel in Westerwolde. En vraag ik dus wel aan de staatssecretaris, ja, wat moet Westerwolde daar dan vervolgens mee? Kunnen wij de komende maanden daar nog iets op betekenen om te zorgen dat het daar niet zo ellendig is als dat het de afgelopen tijd is geweest? Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Dijk van de SP. Dank, voorzitter. Ja, het nieuws over het tweede aanmeldcentrum, dat is positief. Tegelijk lees ik dat de gemeente nog wel akkoord moet gaan. En ik lees ook dat daar al wel weer twijfels over zijn. Van, nou, we vangen al 1000 mensen op. Het draagvlak is niet oneindig. Dus dat gaat nog wel even duren, is mijn indruk. Dat wordt echt waarschijnlijk flink na het reces, als er überhaupt al iets wordt geplaatst. En tot die tijd, voorzitter, zitten we nog steeds met de gebakken peren. Ofwel met de puinhoop die het is. De staatssecretaris zegt notabene zelf net, ik sluit niet uit dat er vanavond weer tenten worden geplaatst in Ter Apel. Nou, dat vind ik behoorlijk heftig. Het is vandaag niet voor het eerst dat we hierover spreken. Maar de ellende gaat dus door. Echt haast is hard nodig. Voorzitter, en dan heb je het over de structurele oplossing, wetgeving. Daarover lees ik in een wakkere ochtendkrant dat er discussie is, volgens bronnen in Den Haag. Hoofdbrekens over een verdeelsleutel, twee sporen, ofwel provincies gaan bepalen waar asielzoekers komen, ofwel elke gemeente krijgt een eerlijk deel. Is dat juist? Ik moet nu uitgaan van Haagse bronnen. Ik wil graag daar een open debat over voeren. Is de staatssecretaris dat met mij eens of moeten we uitgaan van dit soort berichten? Wanneer komt er uitsluitsel? Welke richting kiest de staatssecretaris? Nogmaals, de spoed is hoog gezien het bericht dat er vanavond weer mogelijk tenten in Ter Apel staan. Tot slot, voorzitter, nog even echt voor de zekerheid. Als het gaat om kinderen uit Afghanistan, kan de staatssecretaris dan garanderen dat zij niet in limbo terechtkomen, omdat zij geen asielstatus krijgen, dan wel niet teruggaan naar Afghanistan vanwege onveiligheid. Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van besluiteloosheid. Graag een toezegging daarop. Dank. Ik dank u zeer. Het woord is aan de heer Brekelmans, als u het wil, van de VVD. Ja, dank, voorzitter. En dank aan de staatssecretaris voor de antwoorden, zowel vorige week als nu. En ook dank voor de toezegging om op een serieuze manier juridisch te verkennen of het mogelijk is om een tijd lang de aanvragen van asiel om dat stop te zetten. Heeft een paar korte zinnen in zijn beantwoording over opgenomen. Maar het gaat er natuurlijk om, stel dat je uitgaat van artikel 111, of dat je kunt beargumenteren dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die
ook een risico vormen voor de openbare orde. En ik denk als wij nog een paar maanden zo doorgaan of een paar weken zo doorgaan met de hoge instroom die we nu zien en alle toestanden die daarbij komen kijken en het feit dat het kabinet al een asiel een crisis heeft aangekondigd en een crisisstructuur heeft aangekondigd, dat we daar op den duur al van kunnen spreken. En dat dat dan wellicht ook juridisch te onderbouwen is. Nou, ik ben blij dat hij daar serieus naar wil kijken. Niet alleen naar artikel 111, maar ook eventuele andere mogelijkheden die er wettelijk zijn. Dan wat betreft... Ogenblik. Interruptie voor u van de heer Eerdmans. Ja, voorzitter, als de VVD zo doorgaat met dingen voorstellen waar de eigen staatssecretaris van zegt, nee, maar dat doen we helemaal niet, kan helemaal niet. Ja, dan komen we ook in een VVD-crisis terecht, hoop ik. Voorzitter, u heeft namelijk voorgesteld artikel 111. Dat was het gouden ei van meneer Brekelmans, artikel 111 Vreemdelingenwet. Wat zegt de staatssecretaris? De door u genoemde artikel 111 biedt, kan ik u nu al zeggen, op voorhand dat het geen grondslag lijkt te bieden voor een asielstop, omdat de strekking en toepassing bla 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 niet enzovoort aan de verplichtingen in Europa kan voldoen. Kortom, hij wil het niet. Hij zegt het niet te kunnen. Uw hele voorstel wordt van tafel geveegd door uw eigen staatssecretaris. En dan zegt u bedankt voor de brief. Bedankt voor de brief. En dan? En dan? Meneer Brekelmans. Ik zeg niet bedankt voor de brief. Kijk, wat ik aan de staatssecretaris heeft gevraagd en wat hij in het debat ook heeft toegezegd, is om heel serieus te kijken naar welke mogelijkheden er in de wetgeving zijn. En natuurlijk, en dat heb ik ook altijd aangegeven, is de realiteit dat wij te maken hebben met Europese wetgeving die zeer dwingend is. Tegelijkertijd zien we ook dat er mogelijkheden zijn voor uitzonderingen in het geval van buitengewone omstandigheden. En zien we ook dat andere Europese landen, dat heeft de heer Eerdmans zelf ook wel eens genoemd, daar in het verleden ook van gebruik heeft gemaakt. Door te zeggen, er is sprake van een noodtoestand. Waardoor je ook in ieder geval, als je dat goed onderbouwt en ook juridisch onderbouwt, dat je bepaalde onderdelen van die richtlijnen en verordeningen, dat je die tijdelijk buiten werking kunt stellen. Ik noem het voorbeeld van de coronacrisis. Daar hebben we ook gewoon, toen dat uitbrak, is een tijd lang is het niet mogelijk geweest om een asielaanvraag in te dienen. Dat was omdat er sprake was op dat moment van buitengewone omstandigheden. En de antwoorden die we nu hebben gekregen, dat staat er ook heel duidelijk bij, ja, dat waren de standaard antwoorden die klaar lagen voordat het debat plaatsvond. Ik heb de staatssecretaris gevraagd vanwege deze crisissituatie om daar nog eens zeer serieus naar te kijken en daar ook juridische creativiteit bij toe te passen. En hij heeft toegezegd dat te doen. Dus ik verwacht ook dat hij dat heel serieus gaat doen. Ja, de heer Pansel. Hij doet het niet. Het staat namelijk zwart op wit op bladzijde 2. Hij gaat het niet doen. Hoe je er ook naar kijkt, hij gaat het niet doen. Dus het is precies het probleem van de VVD. Aan deze kant allerlei zaken roepen, totdat het hier zo'n beetje voorbij de voorzitter komt. En dan zitten we ineens in een kabinetssituatie. En dan kan het niet, wil het niet, we gaan het niet doen, nooit niet. We blijven binnen alle regels en het blijft zoals het is. Dat gebeurt niet alleen bij u, dat gebeurt bij uw voorganger. De asielwoordvoerders van de VVD. We allemaal langs zien komen. Daarom is jaar 21 denk ik gekomen op het politiek toneel. Dat we nou eens een keer wat willen veranderen. In plaats van alleen maar praten en alleen maar bluffen. En alleen maar grote woorden gebruiken die nergens toe leiden, voorzitter. Het leidt ook helemaal nergens op eigenlijk, de positie van de heer Brekelmans. En maar praten voor de bühne, voor de vaakweg. En er gebeurt gewoon helemaal niets. Ik snap niet dat u daar zelf niet moe van wordt. Als u in uw eigen spiegel kijkt of u betoog terug gaat luisteren vanavond, denkt u dan niet, Brekelmans, dan zit je te oude hoeren. Sorry, maar dit is alleen maar een praatje. Ja, maar ik moet wel een keer wat krachttermen gebruiken. Mag het alstublieft? Omdat het werkelijk waar gewoon zonder enig gebrek eigenlijk aan fatsoen of respect is voor uzelf en de positie van de VVD. Want er verandert is, meneer, helemaal niets. Nou, hoe kan u nou tevreden zijn met die laatste drie regels op bladzijde 2, waarin u vraagt om een verkenning juridisch. Nu al zegt de staatssecretaris op voorhand, sorry, we gaan het niet doen. Meneer Brekelmans. Nou, volgens mij is maar één iemand die hier in de spiegel theaterstukjes oefent, en dat was de heer Eerdmans zojuist. Ik hoop dat hij daar tevreden mee is. Kijk, ik ben niet tevreden met die drie regels die in die beantwoording staan. Daarom heb ik ook bij het vorige debat mijn twee interrupties gebruikt en doorgevraagd op de staatssecretaris. Ik neem geen genoegen met die drie regels. Ik wil dat daar heel serieus naar gekeken wordt. Ik wil dat daar met creativiteit naar gekeken wordt. Zeker in deze crisisomstandigheden, welke mogelijkheden zijn er? En het kan natuurlijk dat daar juridische beperkingen zijn, ook als je daar nader naar kijkt. Ik denk dat er wel een juridisch haakje is, maar ik kan moeilijk op voorhand met 100% zekerheid inschatten dat standhoudt bij de rechter. Maar ik wil dat daar met alle, zoals ik zei, juridische creativiteit naar gekeken wordt. En wat de heer Eerdmans doet, is eindeloos lang blijven voorstellen Deense model. Terwijl hij ook uitstekend weet dat in de
Europese afspraken die wij hebben gemaakt, de verordeningen waar wij ons aan hebben gecommitteerd, dat we daar niet zomaar kunnen uitstappen. Er is ook nooit een Europees land dat uit een bestaande verordening of een bestaand pakket zoals we dat hebben is gestapt. Dus dat zijn makkelijke oplossingen die eindeloos kan blijven roepen zonder enige verantwoordelijkheid en totaal onhaalbaar zijn. Ja, dank u wel. Dank u wel. Er is een interruptie, meneer Brekelmans, voor u van de heer Van Dijk. Ja, eventjes doorgaand op dit punt, want de heer Eertmans heeft gelijk, die laatste drie zinnen, dat is, is geen grondslag, we moeten ons houden aan verdragen. Maar nu gaan we even naar die drie regels daarboven. En daar zegt de staatssecretaris toe van, ik wil wel voorbereid zijn op scenario's voor als de situatie echt onhoudbaar wordt. Bij die uitwerking zal ik ook de door u genoemde optie meenemen. En u is dan de heer Brekelmans van dat scenario van wat er mogelijk is. Mag ik daaruit opmaken dat de heer Brekelmans met deze toezegging tevreden is? En dus ook niet zelf nog weer met een motie gaat komen vanmiddag om dat nog eens een keer te vragen? Dit is toch helder? Het kan formeel niet, maar in noodsituaties kunnen we naar scenario's kijken. Meneer Brekelmans. De heer Van Dijk valt het mooi samen en dat is ook hoe ik de toezegging van de staatssecretaris vorige keer heb gehoord, een hele serieuze toezegging wat mij betreft. En ja, als een bewindspersoon toezegging heeft gedaan, hoef ik daar niet nog een motie over in te dienen. Dat is dan weer voor de bühne en mij gaat het om de inhoud. Dank u wel. Dat staat genoteerd. Gaat u verder? U was bijna aan het slot van uw betoog, meen ik. Nou, niet helemaal. Maar wel bijna. Ja, precies. Nou, wat betreft het grenstoezicht, daar heb ik ook natuurlijk het formele antwoord gezien. Mijn vraag is met name ook of dat wanneer je afspraken zou maken met omringende landen, met Duitsland en België, of dat daar ruimte zit. Want ofwel is het zo dat die landen geen sprake is van een asielcrisis en dan zouden zij mogelijk willen meewerken op het moment dat wij een asielzoeker die de grens oversteekt, om die terug te nemen. Ofwel is daar ook sprake van een asielcrisis en willen zij niet meewerken. En dan kunnen we met België en Duitsland samen optrekken om ervoor te zorgen dat afspraken binnen de EU worden nageleefd. En om ervoor te zorgen dat er meer afspraken met derde landen worden gemaakt. Dus ik hoop dat de staatssecretaris ook dat gesprek met onze buurlanden wil aangaan. Ja, maakt u even. En hetzelfde geldt als het gaat om de aanpak van overlastgevers. Het is natuurlijk zo dat heel veel van de overlastgevers die wij in beeld hebben, dat eerder ook in Duitsland en België hebben gedaan. En op het moment dat we daarin samenwerken, hebben we die mensen nog eerder in beeld en kunnen we die hopelijk ook met omringende landen samen nog steviger aanpakken. En mijn vraag is of de staatssecretaris dat ook wil oppakken. Interruptie voor u van mevrouw Piri. Ja, dank u wel, voorzitter. Want de heer Brekelmans is ook lid van de Commissie Buitenlandse Zaken. En hij weet hoe belangrijk het is om in ieder geval met democratische buren zoals Duitsland en België goede relaties te onderhouden. Hoe kijkt hij nu naar ditzelfde voorstel als woordvoerder buitenlandse zaken van de VVD? Meneer Brekelmans. Zeer positief. In de zin dat, kijk, ik stel niet voor, en misschien heeft mevrouw Perry dat onterecht in mijn woorden gehoord, ik stel niet voor dat wij zeggen als Nederland, wij hebben hier asielzoekers die komen over de grens, die komen Nederland binnen en die zetten wij vervolgens bij België en Duitsland over de grens. Ik vind niet dat je dat als goede buren met elkaar kunt doen. Ik vind wel dat je met buurlanden kunt bespreken in hoeverre wij samen dit probleem kunnen oplossen. En op het moment dat er in Duitsland meer ruimte zou zijn, zij hebben ons eerder ook in de coronacrisis hebben zij ons geholpen. Dus als jij daar afspraken over kunt maken met hoe gaan wij om met mensen die al veel eerder Europa zijn binnengereisd, vervolgens 5-6 keer de Europese grens oversteken. Als dat niet lukt op Europees niveau, vind ik dat je daarmee kunt beginnen van onderop met omringende landen. En dan is voor ons België en Duitsland zijn de eerste landen om dat mee te doen. Misschien wil Frankrijk, Oostenrijk zijn andere landen daar ook toe bereid. En ik vind dat je dat gesprek moet aangaan. Want als we niet iets doen aan de binnengrenzen en de samenwerking met buurlanden, ja, dan lossen we het probleem van de hoge instroom niet op. Mevrouw Piri. Nou, voorzitter, in ieder geval blij om te horen, want dit is een pleidooi wat de PvdA op hervestiging al jaren doet. Zorg er nou voor dat als je niet met 27 kan doen, dat je het in ieder geval doet met je buurlanden, met de landen met wie je het wel kan doen. Tot nu toe was de VVD daar niet toe bereid, maar misschien is dit een verschuiving. Als je op asielterrein op verschillende punten wil kijken naar samenwerken met andere landen. Maar mogen we wel concluderen met de huidige situatie dat heel onwaarschijnlijk is dat Duitsland en België, kijken naar de asielinstroom in hun landen en vergelijken met die van ons, dat zij heel positief gaan reageren op dit verzoek. Meneer Brekelmans. Die kans
die acht ik inderdaad ook niet erg groot. Maar dan is ook optie 2, wat ik net zei. Dan is het dus zo dat we met andere landen gezamenlijk te maken hebben met een asielcrisis. En dan vind ik dus ook dat wij niet als Nederland in ons eentje binnen de EU steeds andere landen moeten aanspreken. Maar dat je dat ook met diezelfde landen, Duitsland, België, Frankrijk, anderen moet doen. Om die landen aan te spreken. Om te beginnen is de opvang op orde te brengen tot een dusdanig niveau dat Dublin weer werkt. Want ik vind het ook schandalig dat er gewoon 4, 5 landen zijn die hun opvang zodanig onder de ondergrens laten zakken dat Dublin niet meer mogelijk is. En ten tweede dat we veel meer werk maken van afspraak met derde landen. En dat vind ik dat ook dat natuurlijk bij voorkeur de Europese Unie daar veel meer werk van moet maken. En dat doet men pas op het moment dat er voldoende lidstaten daar ook toe aansporen en de EU onder druk zetten om dat te doen. Dus als het zo is dat Duitsland en België zeggen wij kunnen niet in samenwerking met Nederland meer doen aan binnengrenscontroles, want ook wij hebben een asielcrisis, ja, dan moeten we ook gezamenlijk als één blok optrekken en ervoor zorgen dat we op Europees niveau veel meer bereiken. Dank u wel. Het woord is aan de heer Slootweg. Ik was er niet helemaal... Oh, pardon. Ik dacht dat u klaar was. Ik had nog 2 korte vragen. 1 is de 1,25 miljoen voor de aanpak van overlast. Daar beantwoordt de staatssecretaris terecht van dat dat iets meer budget is dan voorgaande jaren. Maar mijn vraag is dat genoeg? Dus nu in alle gesprekken met gemeenten wordt er vaak gevraagd om extra financiering voor bijvoorbeeld BOA's en camera's. Is dat bedrag voldoende? En zo niet, geldt dan ook wat de staatssecretaris eerder zei, geld is geen probleem. En het tweede, de vragen over terugkeer. Daar noemt hij specifiek Marokko en Egypte, wat natuurlijk positief is. Maar er zijn wel meer herkomstlanden waar wij issues mee hebben. En met mijn andere pet op spoor ik ook vaak de minister van Buitenlandse Zaken en soms BOS aan om hier iets aan te doen. Maar ik hoop dat de staatssecretaris ook namens het kabinet kan aangeven wat er ook op een aantal andere landen nog hierin extra gebeurt. Dank u wel. Het woord is aan de heer Slootweg van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil ook de staatssecretaris bedanken voor zijn antwoorden. Laten we zo meteen ook inderdaad nog even maar het rekensommetje gaan maken. Want ik denk toch echt dat het iets anders is dan dat 1%, 20% van 5% is. Maar goed, dat daar gelaten. Ik zou toch wel even graag willen weten van... Er komt tenslotte ook nog volgens mij een brief en een schriftelijke reactie naar de gemeente Westerwolde over hun 10-puntenplan. En is het mogelijk dat ook de Kamer deze gaat ontvangen? Dan heb ik ook nog wel even een vraag. Want ik begrijp heel goed waar de staatssecretaris het heeft van... Kamer, meneer Slootweg, begrijp goed als het gaat over de gemeentelijke opvang. Dat gaat natuurlijk over grotere getallen dan de particuliere opvang. Maar ik zie wel dat in een aantal gemeenten... Het aantal mensen wat via de particuliere opvang is groter is dan wat men eigenlijk kan regelen via de gemeente. En ik merk daarin wel een soort met noodkreet. Ik ben blij dat de staatssecretaris zegt van ja, dat is niet echt een kwestie van geld. Het is soms ook wel echt een kwestie van bemensing. Maar ik zie wel dat de vragen die daar zijn het soms lastig maken voor die gemeente om goed te kunnen opereren. En dan wil ik toch wel even kijken van zit het toch in het... Ja, in de middelen die gemeenten soms krijgen, niet een soort met buyers, dat je dat meer en makkelijker regelt voor gemeenten met grotere gemeentelijke opvang dan daar waar heel veel particuliere opvang is. Ten slotte zegt de staatssecretaris ook iets even over B1. Dat was ook over mijn vraag over die taaleis. Kan de staatssecretaris ongeveer aangeven, hè, want hij is met SZW in gesprek, of dat bijvoorbeeld dit jaar nog zou lukken? Wat zou dan een punt wezen? En mijn allerlaatste punt is, ik maak me wel grote zorgen als ik zie over dat de dienst vervoer en ondersteuning in 46% van de gevallen niet op tijd is om het op te komen halen, waardoor het in de rest van de keten een probleem is. Ik denk dat we dit met z'n allen onaanvaardbaar vinden als dat voor de NS zou zijn. En ik hoop ook dat de staatssecretaris daarin eigenlijk toch iets van verbetering kan komen, omdat ik daarin merk dat je toch wel echt met blokkades vormt om die grip op migratie te organiseren. Dank u. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Piri van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. En allereerst 2 positieve dingen. Dat mag ook wel eens tijdens zo'n debat. Dus allereerst blij met dat het duidelijk is dat gelukkig, ik had niet anders verwacht, het kabinet zich gewoon houdt aan de rechtsstaat. En dat er geen asielstop komt op basis van, en daar ben ik het eens met de conclusie van de heer Ja 21, wel vanuit
vanuit echt andere, de heer Eertmans van JA21. Wel vanuit een andere ideologie. Maar mijn conclusie is ook, dit idee is niet haalbaar en niet uitvoerbaar. Dat is in ieder geval de conclusie die het kabinet trekt en daar ben ik blij mee. Ik ben ook blij met dat er een tweede aanmeldcentrum gevonden is. En ik hoop natuurlijk ook dat dat met instemming zal zijn van de lokale gemeente. We hebben wel een probleem nog met 15.000 statushouders. Ondanks het feit dat we deze crisis nu al een aantal weken zien. De situatie in Ter Apel en natuurlijk de crisisnoodopvang. Het slepen van mensen duurt voort en met name ook kinderen is dat natuurlijk gewoon een heel groot probleem qua trauma's. Maar ik zie wel een inzet van de staatssecretaris en zijn team om hier iets aan te doen. Voorzitter, dan ben ik blij ook met de toezegging van de staatssecretaris dat we niet zomaar alle Dublin-claimanten in PBL zetten in sobere opvang. En dat er echt wel wordt gekeken naar een onderscheid, dat er niet opeens een Syrisch gezin tussen allemaal veilige landen staat die kansarm zijn op asiel. En dan heb ik één specifieke vraag, voorzitter, op het eind. Toch nog even over Afghanistan. Want de staatssecretaris wekt de indruk alsof de Afghanen die onderdeel zijn van die risicogroepen, dat zij automatische inwilliging krijgen. Hij schudt nu nee. Dus, oké. Dus er zijn, kijk, volgens mij op dit moment moeten die mensen alsnog bewijzen dat ze gevaar lopen omdat ze onderdeel zijn van die groep. En dat betekent dat de bewijslast heel hoog is. En waarom is de staatssecretaris bereid om deze mensen ook te behandelen als een systematisch vervolgde groep, zoals we ook eerder hebben gedaan, bijvoorbeeld bij de tolken en een eerdere motie een jaar geleden bij de Afghanistan-evacuatie, zodat die bewijslast alleen maar is, behoor ik tot die risicogroep of niet? Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuzu van Denk. Ja, voorzitter, ook ik wil de staatssecretaris bedanken voor de antwoorden die hij heeft gegeven. En een compliment, omdat ik ook wel zie dat de staatssecretaris dat het de staatssecretaris niet ontbreekt aan goede intenties. Ik zie ook dat hij heel duidelijk het punt wat door met name de politieke partijen aan de rechterflank is gemaakt over een asielstop heel goed heeft beantwoord in rechtsstatelijke zin. En ik wil ook de heer Eertmans een compliment maken dat hij hier vandaag aanwezig is, in tegenstelling tot andere politieke partijen die in de eerste termijn wel aanwezig waren. Hele grote woorden gebruikte en op dit moment, ja, om welke legitieme reden dan ook, niet hun gezicht laten zien tijdens dit debat. Voorzitter, dan een aantal inhoudelijke punten over de grondoorzaken. Gaan we dus meer lezen over de brief die vanuit het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat komen. Daar wacht ik echt met smart op. Dat vind ik heel erg belangrijk, want als we ervoor willen zorgen dat we enigszins verlichting willen hebben in die keten, dan begint dat bij het bestrijden van de grondoorzaken. En ik zie ook wel dat de intentie van deze staatssecretaris in die richting wijst. Het tweede punt, waar het gaat om die goede intenties, vraag ik me af of de staatssecretaris acht dat hij beschikt over het juiste instrumentarium. Want het komt vaak aan, ook in het bestuursmodel wat we hebben, waarin lokale overheden complementair zijn aan de Rijksoverheid, vraag ik me wel af of de staatssecretaris voldoende juridisch instrumentarium heeft om bijvoorbeeld eerlijke verdeling voor elkaar te krijgen over het hele land, gezien een aantal gemeenten helemaal geen asielzoekers hebben opgevangen in de afgelopen 10 jaar. Laatste punt, voorzitter, de NCTV, daarvan gaf de staatssecretaris aan, ja, die hebben een faciliterende rol. En ja, ik vraag me af wat dat inhoudt. Hè. Is het zo dat ze op het ministerie dan een vergaderzaal regelen, ervoor zorgen dat er een kan water staat? Wat houdt die faciliterende rol nou in? Is het, als het niet meer is dan het beschikbaar stellen van een vergaderzaal en een kan water, dan kan ik daar vrede mee hebben. Maar als het meer is, dan hoor ik dat graag van de staatssecretaris. Ja, dat gaat u zo horen. Mevrouw Kreuker van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. En ik zie dat er keihard gewerkt wordt om nu de acute crisis waar we in zitten, om genoeg opvangplekken te realiseren. Ik zie ook het schrijnende contrast met alle opvangplekken die voor Oekraïners in korte tijd gerealiseerd zijn. En hoe moeizaam dat gaat met vluchtelingen, met andere vluchtelingen. Waar ik echt moeite mee heb in de beantwoording van de staatssecretaris is eigenlijk totaal niet de erkenning van toch de stevige kritiek vanuit de ACVZ en de Raad Openbaar Bestuur. Namelijk, er ligt iets fundamenteel fout in die financieringssystematiek en die planningscyclus.
En eigenlijk, ja, in de antwoord op mijn vragen en ook nu weer in deze termijn wordt eigenlijk gezegd, nee, dat is absoluut niet het probleem, dat is allemaal geregeld en niks aan de hand. En ik begrijp dat hij daar schriftelijk op terugkomt, maar ik hoop echt dat om te voorkomen dat we weer in deze gecreëerde crisis, want dat is het, is gecreëerde chaos, terechtkomen, dat we echt fundamenteel gaan kijken naar die systematiek en dat we dat doen voor de begroting JNV. Maar ik moet zeggen dat mijn hoop daarop door de beantwoording van de staatssecretaris wel wat is afgenomen. En ik had eigenlijk gehoopt dat met dit stevige advies dat er gewoon nu een keer echt iets gedaan werd. Dan over kleinschaligheid. Ik hoor de staatssecretaris zeggen, ja, het COA wil meewerken aan kleinschaligheid. Ik hoop echt actief dat het beleid gewoon wordt, we zetten in op kleinschaligheid. Kleinschaligheid, daar is veel meer draagvlak voor. En wat is er voor nodig om dat mogelijk te maken? Dat uitvragen bij het COA, uitvragen bij gemeenten en daar het beleid op formuleren. Graag nog een reactie. En tenslotte, inderdaad, we worden het niet eens over de sobere opvang. Ik heb heel veel moeite. Er is volslagen erkenning dat er een kleine groep is die heel veel overlast creëert. Ik heb hier ook gezeten met de gemeenteraadsleden uit Westerwolde. Alleen om nu alle veilige landers en alle Dublin-claimanten in sobere opvang te plaatsen vanwege een kleine groep met die echt heel erg veel overlast genereert, dat vind ik geen rechtsgelijkheid. Dank u wel, mevrouw Simons, bij 1. Dank u, voorzitter. En laat ik beginnen met mij aan te sluiten bij de aardige woorden die gesproken zijn door met name collega Kouzou, Piri en anderen. Als het gaat over de intenties van deze staatssecretaris en de manier waarop wij kunnen zien dat hij tot het uiterste probeert te gaan om een aantal nijpende problemen daadwerkelijk opgelost te krijgen. Toch, voorzitter, moet ik ook mijn zorg nog even benadrukken. Als het gaat over die Dublin-claimanten, dan hebben we al vaker aangegeven, een aantal Kamerleden, waaronder ik zelf, dat we echt op moeten kijken, op moeten passen dat we niet al deze mensen onder één kam gaan scheren. Het geldt ook voor de veilige landers. Niet elk veilig land is per definitie veilig voor iedereen, met name als je ook nog naar verschillende regio's gaat kijken. Dus ik wil dat toch nog even benadrukken. In het verlengde daarvan ook het gevaar. Dat ligt inderdaad in het verlengde van deze opvattingen. Als we blijven spreken over echte vluchtelingen versus niet-echte vluchtelingen. Ook mensen die vluchten om redenen die wij niet nijpend genoeg vinden, zullen dat niet zomaar gedaan hebben. Die gelukkig is op de plek van herkomst, heeft geen enkele reden naar elders te trekken. En dan, voorzitter, tenslotte nog één keer ook ter benadrukking de uitvoering van de motie die ik eerder aanhaalde. Juist in deze prangende omstandigheden zou ik willen vragen, is er niet een manier om toch te zorgen dat mensen al is maar een half uurtje per dag een plek hebben waar ze kunnen praten, waar ze kunnen ontspannen, waar ze kwetsbaar mogen zijn en hun ervaringen mogen delen. Wat mij betreft, tot zover. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dan tenslotte is het woord aan de heer Ceder van de Christen. Oh, ja, natuurlijk. Meneer Van Dijk. Ik wil graag toch nog even informeren bij mevrouw Simons. Want ze zegt, ja, het onderscheid echte vluchtelingen, vluchtelingen. Ik denk dat ik begrijp wat ze bedoelt. Maar wat staat uw partij dan voor? Vindt u dat Nederland een asielbeleid moet voeren, waarbij je onderscheid maakt tussen iemand die recht heeft op asiel en iemand anders die dat niet heeft? Of zegt u, nee, dat onderscheid is onzin. Je moet mensen gewoon toelaten omdat ze vluchten, wegvluchten uit hun land? Mevrouw Simons. Voorzitter, binnen de afspraken die wij in Nederland met elkaar gemaakt hebben, waar ik niet onverdeeld enthousiast over ben, kijken we natuurlijk wie er wel en niet recht heeft op asiel. Het gevaar is echter dat als we gebieden gaan aanwijzen, bijvoorbeeld als veilig land, en we gaan dan vervolgens iedereen die uit dat land komt aanduiden als een zogenaamde nepvluchteling, dan treffen we daarmee ook mensen die weliswaar uit dat land dat wij als veilig beschouwen, wel degelijk aanspraak zouden kunnen maken op asiel. Dus ik ben geen tegenstander van goed en zorgvuldig kijken wie hier mag blijven. Maar ik vind dat we uit moeten kijken om niet heel makkelijk te zeggen, iemand is een nep-vluchteling op basis van het land waar die vandaan komt. Dank u wel. Ben ik helemaal eens. Ik kan het helemaal volgen wat mevrouw Simons zegt. Maar dat betekent dus ook dat als bijeen het voor het zeggen heeft, het kan gebeuren dat er wordt vastgesteld dat iemand geen recht heeft op asiel. En dat hij dan moet terugkeren. Heb ik dat je goed begrepen? Kijk, dank u, voorzitter. In principe vindt bijeen dat wij eens goed moeten kijken naar het concept grenzen, bijvoorbeeld. Of het concept vrij verkeer.
dat we voor sommigen heel normaal vinden en voor anderen de barrière zo hoog mogelijk opwerpen. Maar binnen de context van de regels die er nu zijn, de afspraken die we nu gemaakt hebben, is het inderdaad zo dat er mensen zijn waarvan je zegt, nou, u heeft asiel aangevraagd en na een zorgvuldige procedure blijkt dat u hier niet kunt blijven. Maar goed, dan volgt dus de problematiek waar we het hier ook vaak over hebben. Ik hoop dat dat een antwoord op uw vraag is. Ja, dat hoop ik ook, want we gaan het wel hierbij laten. Het woord is aan de heer Seder van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de staatssecretaris bedanken voor de beantwoording. Ook de toezeggingen die ik gehoord heb. Even een paar vragen. Vandaag kwam het bericht over de aanmeldcentra. Ik las daarin dat er geen opvang aan gekoppeld wordt. Er is wel een AZC in de buurt. Dat zou Luttelgeest zijn. Ik vraag mij af om te voorkomen dat je ook per riekelen hebt waar mensen het hele land over door moeten. Of er een combinatie mogelijk is om ook dichtstbijzijnde AZC's te betrekken. Juist ook als het gaat om mensen die zich voor het eerst registreren. Dat je anders op hele gekke situaties kan komen en misschien ook tot openbare orde vraagstukken komt. Dus ik vraag me af of dat betrokken kan worden bij het plan, of dat de staatssecretaris het al bedacht had. Ten aanzien van de kleinschaligheid, ja, ik lees dat het nu de voorkeur heeft van de COA om grootschalige en grote stappen te maken. Voorzitter, ik denk dat we op lange termijn daarmee het draagvlak wel ondermijnen. Mijn vraag aan de staatssecretaris of we hierop kunnen beraden of een andere strategie, namelijk wel inzetten op kleinschaligheid, ook al mag dat iets meer kosten, maar dat je daarmee wel ook gemeenten hebt die ook allemaal kunnen leveren. Daarmee voorkom je dat de gemeenten die wel willen, we links laten, en gemeenten die wel willen, een ongelijkwaardige druk en last opleggen. En dat is nu een situatie wat uiteindelijk ook het draagvlak ondermijnt op lange termijn. Dus vraag me toch af of we hier niet op kunnen beraden en naar de visie van de staatssecretaris op. Uiteraard hopelijk een toezegging. Voorzitter, wat wij gaan doen ten aanzien van de versoperde opvang. Nou, daar zijn we het zorgen over uitgesproken over asielzoekers, over dubbelenclementen ook zij, die gezinnen hebben. Hè, dus een scheiding. Hè. Ik ben gewoon benieuwd naar het antwoord van de staatssecretaris, want ik denk dat de scheiding ook wel goed zou zijn om ongelukken te voorkomen. En dit is natuurlijk een crisissituatie. Mijn vraag is, is het niet goed om nu al een snelle evaluatie met elkaar af te stemmen van wanneer we kijken hoe dat gaat? En mijn vraag eigenlijk ook is, wanneer draaien we dit dan terug? Is daar een perspectiefboog? Of is dit eigenlijk hoe we het voortaan gaan doen, ook wanneer een crisis mogelijk tot einde komt? En tot slot, de uitstroom belangrijk, daarom de toezegging van de PKN. Ik heb eerder een motie ingediend over flexwoningen. Dat is ook belangrijk. Maar ook met name de contacten met Marokko. Dus vraag me af hoe het daarmee staat. Ik heb daar ook een motie over ingediend om de diplomatieke contacten te intensiveren. Ik vroeg me af of er de komende zomer nog mooie dingen in de pijpleiding zijn. Want dat zal volgens mij ook een enorme uitstroom kunnen betekenen. Waardoor we ook de wat er nu speelt kunnen verlichten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de staatssecretaris. Ik denk dat we even schorsen. 10 minuten? Ja. Is dat goed? Tot 2:05. Ik schors de vergadering tot 2:05.
Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord voor zijn tweede termijn aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ja, voorzitter, dank u wel. En als mens ben ik natuurlijk erg blij met de complimenten die ik van mevrouw Piri, de heer Kousou, mevrouw Kreuger en mevrouw Simons heb gehad. Als VVD'er heeft u mijn leven daarmee weer een stuk lastiger gemaakt. Ja. Het wordt weer een zwaar BPO. En daar wordt nu om gelachen. En tegelijkertijd had meneer Eertmans daar kritiek op. Meneer Eertmans, het feit dat we hier op een soms luchtige manier met elkaar praten, het feit dat we soms een glimlach krijgen of een lach krijgen, en ik ben iemand met wie de ogen al nou eenmaal altijd in die stand staan, betekent niet dat ik niet A, mijn werk gewoon heel erg serieus neem, en B, de problematiek zowel van de asielzoekers als ook de problemen van gemeenten, opvangorganisaties, maar ook gewoon van mensen die moeite hebben met het asielbeleid, niet buitengewoon serieus neem. Volgens mij kun je beide uitstekend combineren. En ja, ik ga morgen naar Budel. Dat is niet de eerste keer, dat is niet de tweede keer. Ik ga er met enige regelmaat naartoe. En ik beschouw het echt als mijn opdracht om juist ook in een gemeente als Kranendonk, waar Budel in ligt, het gemeentebestuurder ervan overtuigen om de voorziening die daar is lang open te houden, omdat ik echt denk dat we daarmee gewoon een beter asielbeleid kunnen neerzetten. Maar ik besef donders goed dat het alleen maar kan op het moment dat we dan ook wat doen aan de overlast die wordt ervaren door de bevolking van Budel en specifiek ook de ondernemers daar. En de eerlijkheid gebied te zeggen, ja, in Budel gaat het met enige regelmaat mis. Ter Apel levert niet de mooie beelden op in de media. Nog sterker, levert gewoon slechte beelden op in de media. Maar ik zou zeggen, ga eens kijken in Oosterwijk. Ga eens kijken in Graven. Ga eens kijken in Utrecht. En dan ziet u daar hele mooie voorbeelden van opvang waar het gewoon buitengewoon goed gaat. En ook als het gaat om draagvlak, dan verschilt het echt wel op welke plek je in Nederland bent. En ook dus die opmerking die ik net maakte over Van der Valk is helemaal geen lacherige opmerking. Ik vind het gewoon uitermate belangrijk om kritiek te leveren daar waar het kan. Maar als er een eentje uitspringt, nou, dat doe ik bij gemeentes. De gemeente Utrecht, de veiligheidsregio, de provincie Utrecht, ze doen het alle drie gewoon het beste van heel Nederland. Dan zeg ik dat. En op het moment dat er dus een bedrijf is die het een keertje goed doet, dan zeg ik dat ook heel nadrukkelijk. En dat geldt dus. En ja, de heer Van Dijk die zei van, en de staatssecretaris kondigt ook weer aan, min of meer, dat er vannacht weer mensen gaan buitenslapen. Nou, niet buitenslapen, maar tentenslapen. Dat die mogelijkheid bestaat. En dat vind ik ook knap waardeloos, kan ik u zeggen. Nog sterker, de heer Kousou vroeg letterlijk aan mij, heeft u het juiste instrumentarium? En het antwoord is nee. Ik heb niet het juiste instrumentarium. Hij komt nu binnen, dus hij hoort hopelijk, ja, hij heeft het antwoord gehoord en stak zijn hand op. Vandaar ook de wetgeving met betrekking tot een dwingend instrumentarium. En ja, u heeft daar het een en ander over gelezen in de media. Daar krijgt u van mij vrijdag een brief over. En waarom krijgt u die vrijdag? Omdat die eerst nog komende vrijdag in de ministerraad aan de orde is. En ja, dan is de volgorde dat ik toch het eerst met de ministerraad bespreek en dan de brief pas naar u toe gaat. Maar wat in ieder geval wat ik nu wel kan zeggen is, er worden verschillende scenario's bekeken over hoe je een scenario waarbij alle gemeentes een evenredig deel voor hun rekening kunnen nemen, hoe je dat het beste vorm kan geven in een wet. Meneer Eertmans. Ja, voorzitter. Even terug naar Kranendonk, naar Budel. U gaat daar morgen naartoe. U weet, de gemeenteraad heeft zich daar uitgesproken in grote meerderheid voor het sluiten van de tent van het AZC. Als ik u zo allemaal aanhoor, dan gaat u dat niet toezeggen daar morgen. Wat is wel het antwoord van u aan de bewoners van Kranendonk en de gemeenteraad? De staatssecretaris. Ik hoef ook helemaal niks toe te zeggen, voorzitter, want de gemeenteraad van Kranendonk heeft inderdaad gezegd dat zij willen dat in 2024 het contract met het COA niet verlengd wordt. Nou, ik ga mijn best doen om ze de komende tijd te overtuigen om het contract wel aan te gaan. Omdat als ze het contract wel aangaan, wij behoorlijk stevig tientallen miljoenen kunnen investeren in het AZC dat daar zit,
om het een veel beter AZC te laten zijn. Ik weet niet of u alleen gisteren in de gemeente bent geweest of ook in het asielzoekerscentrum zelf. Dan zou ik zeggen, ga een keertje met me mee als u dat wil. Ik wil u nergens van beschuldigen, meneer Eertmans, maar ik kan mij voorstellen dat u zich op andere plekken soms beter zou gedragen dan u dat zou doen op een plek die eruit ziet zoals de AZC in Budel eruit ziet. Dat kan echt een stuk beter en dat helpt ook de omstandigheden te verbeteren van de mensen daar en het gedrag daar te verbeteren, alhoewel misdragingen nooit geoorloofd zijn, ook niet bij een wat oudere locatie. Maar ik wil dus graag daar investeren. Ik wil ook graag in gesprek met het gemeentebestuur wat ze nodig hebben. Het is niet een kwestie van morgen. Maar ik hoop wel de komende tijd te gebruiken om te kijken of ik de gemeenteraad van het tegenovergestelde kan overtuigen. Meneer Eertmans. Maar legt u zich neer, voorzitter, aan de staatssecretaris? Legt de staatssecretaris zich neer bij het raadsbesluit? De staatssecretaris. Voorzitter, dat is niet aan mij. Dat is aan het collegebestuur van de gemeente Kranendonk. Ja. Vooralsnog geldt er een contract. En contractspartijen dienen dat contract ook uit te dienen. Dat vindt overigens ook de gemeenteraad van Kranendonk. Die hebben ook niet gezegd, wij willen dat het pand nu sluit. Die erkennen dat ze tot 2024 en eigenlijk tot 2028 gebonden zijn aan een contract. En tot die tijd ga ik met de mensen in gesprek. En hoe ik in 2024 of 2028 ga reageren, dat moet u me vragen in 2024 dit lijkt me of wel 2028. Nou, heel kort. Heel kort, dus kom kortom. De staatssecretaris zegt, als het college van Kranendonk volhard in hun wens om het AZC om te bouwen naar een kazerne of wat dan ook, maar weer terug naar vroeger, geen AZC, dan legt u zich daarbij neer. U gaat ze niet dwingen om open te blijven vanaf 24. Nee, voorzitter, dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat ik heb gezegd is dat het aan het gemeentebestuur is van Kranendonk om te reageren op de wensen van de gemeenteraad. En dat ik als contactpartij, althans ik heb helemaal geen contactpartij, dat is het COA, maar dat ik in ieder geval de tijd die ik heb ga gebruiken om het gemeentebestuur en de gemeenteraad van het tegenovergestelde te overtuigen van wat ze nu te besloten hebben. Maar dat doe ik niet op basis van macht, dat doe ik op basis van argumenten. Daarin doe ik mijn best om ze de komende tijd te overtuigen. Dank u wel. Meneer Van Dijk. Dank, voorzitter. Over Budel trouwens geen misverstand. Ik weet ook dat de ernst daar groot is en daar valt niks over te lachen. Dan mijn vraag. De staatssecretaris reageerde ook op de mediaberichten over de discussie wat voor soort wetgeving er moet komen. Mediaberichten die we nu moeten lezen, blijkbaar zijn er dingen uitgelekt. Vindt de staatssecretaris dat met mij ook irritant? Want het liefste hoor ik dat als Kamer, wat er voor plannen zijn. Maar begrijp ik nou ook goed dat de staatssecretaris zegt, ja, we gaan vrijdag met een brief komen. En daarin wordt met name de richting uitgewerkt om gemeentes een rol te geven in de opname van vluchtelingen. En dus niet het zogenaamde provinciemodel. Begreep ik dat nou goed? Staatssecretaris. Nee, dat begreep u volstrekt niet goed. Alle gemeentes gaan de verplichting krijgen in de wet die in de maak is om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Dat hoeft niet letterlijk te betekenen dat men dan ook een asielzoekerscentrum krijgt in die gemeente. Nog even los van het feit dat we verschillende soorten gemeentes hebben. Dat kan ook op een andere manier. De discussie die u in de krant heeft gelezen is, is het een staatssecretaris die tegen de gemeente zegt, jullie moeten X of Y doen? Of is het de staatssecretaris die tegen de provincie zegt, dit moet er in jouw provincie geregeld worden? En is het dan vervolgens de provincie, de Rijksheer in concreto, die dat dan vervolgens tegen de gemeente zegt? Dat heeft u in de media gelezen. Wij gaan in het kabinet komende vrijdag stilstaan bij wat wij aan u willen melden op dit punt. Ter voorbereiding op de wet die na de zomer bij u komt te liggen en hopelijk voor 1 januari in het Staatsblad staat. Ja, en dat wachten we even af. Ja, voorzitter. Niet speculeren over de ministerraad. Nou, dat kan zo zijn. Maar dan stel ik dus vast dat we dat vrijdag gaan horen. Dan is het zomerreces begonnen. Dan gaan we elkaar 8 weken niet spreken. Dan vinden we er allemaal wat van. We hebben nu wel een mediabericht met uitgelekte zaken blijkbaar. Haagse bronnen. Dus we weten wel degelijk waarover wordt gesproken. Dat erkent de staatssecretaris ook. Dat is goed. Maar vrijdag krijgen we een definitief plan en dan zien we elkaar 2 maanden niet meer. Ik vind dat heel lastig debatteren. We zitten nu bij elkaar. Deelt de staatssecretaris die mening?
Okay. Ja, ik heb een puntje hekel aan, aan lekken. Het verstoort processen. Het is niet netjes richting, in dit geval, de Kamer. Maar het kan ook om andere gesprekspartners gaan die er daardoor overvallen zijn. Dus dat hoor je gewoon op geen enkele wijze ooit te doen. Fijn. Dat gezegd hebben, dan gaat u verder met de beantwoording. Ja, voorzitter. Ik moet een tekst die ik net in de eerste termijn heb uitgesproken, althans in de tweede eerste termijn, voorzitter, moet ik terugnemen. Ik zei tegen de heer Seder dat ik een appje kreeg. Ik zeg, dat is mijn antwoord, maar ik lees hem nu wel even voor. Maar mijn appje over het app, ik had het appje totaal verkeerd begrepen. Dat ging niet over het zwartboek. Dat ging over iets totaal anders. Dus ik dacht dat ik een antwoord kreeg omdat iemand zat mee te kijken, maar dat was niet zo. Dus de zwartboekreactie die komt na de zomer, die komt niet meer voorkomende vrijdag. Dus die opmerking van toen net, die klopte van geen kant. Ja, dat is niet het antwoord wat u wil horen, maar het leek me wel goed om meteen even dit recht te zetten. Zeker, lijkt me duidelijk. Het sloeg op iets heel anders. Gaat u gewoon. Ja, voorzitter, ik kan niet lang over zijn, maar dat ga ik niet doen. Wacht dus al langer dan een jaar op een reactie. Er wordt nu gezegd, na de zomer kan ik deze in ieder geval ook aan het begin, dus in september, ontvangen. Het zijn nog een paar maanden. Het is geen uitgebreid artikel. Er staan ook wat dingen in die volgens mij ook voor zichzelf spreken. Dus mijn vraag is wel, misschien ook een toezegging opnieuw, dat ik dat in ieder geval dan wel in september, dus rond de begrotingen, voor de begrotingsbehandeling kan ontvangen. Ja, secretaris. Ja, voorzitter. Is genoteerd. De heer Brekelmans was meen degene die vroeg, is de 1,25 miljoen genoeg? Dat weten we nog niet. We zien in ieder geval dat hij op dit moment nog niet is uitgeput. Ik zit wel inderdaad in de stand, als de 1,25 miljoen niet genoeg is, dan moeten we kijken naar hoe we van die 1,25 miljoen 1,... miljoen kunnen maken. Want dit gaat echt over juist bij gemeentes die overlast ondervinden of bij organisaties die overlast ondervinden, of in ieder geval de negatieve componenten vangen om daar wat aan te doen. En ja, we praten met meer dan alleen Marokko en Egypte. U weet dat het niet erg makkelijke gesprekken zijn, dus dat de resultaten daarvan soms langzamer gaan. Maar daar zijn we wel degelijk mee bezig. En ja, ik heb in de beantwoording van gisteren gereageerd op 111... Maar dat is niet de belofte die ik vorige week heb gedaan. De belofte die ik vorige week aan de heer Brekelmans heb gedaan, is dat ik de zomer ook gebruik om breder te kijken dan alleen met betrekking tot ...111. En als u het goed vindt, meneer Brekelmans, pak ik dan ook even, ik zeg er zo nog wel iets over, maar het verhaal mee over België en Duitsland, want daar liggen natuurlijk wel ook verdragsafspraken over het terugnemen van mensen. Maar kom ik daar nog op terug. Mevrouw Piri, die zei van, de indruk is gewekt dat Afghanen die onder de risicogroep vallen automatisch inwilling krijgen. Maar eigenlijk beschreef mevrouw Piri, nadat ze die zin had uitgesproken, beschreef ze vervolgens hoe het gaat. Namelijk, als je onder de risico, er wordt altijd individueel getoetst, hè? Het is niet als collectief. Alleen als je onder die risicogroep gaat. Mevrouw Piri zei, dan moet je wel bewijzen dat je tot die risicogroep behoort. Daar geldt wel, normaal gesproken geldt bij twijfel niet doen. Hier geldt wel, bij gereden twijfel, jongens, geen punt van discussie. Dan gaat iemand die tot deze groep behoort, maar dat wellicht niet helemaal voldoende kan bewijzen, die gaat dan niet terug. Dus ik ga geen percentages noemen. Daar vroeg indirect mevrouw Simons nog een beetje naar. Maar Het gaat niet om grote groepen mensen die terug zullen gaan naar Afghanistan, want de grootste groepen zullen vallen onder de briefuitzondering die u vorige week heeft gehad, voorzitter. Mevrouw Piri. Ja, voorzitter. En de vraag vervolgens was, bent u bereid om de mensen die tot die risicogroepen vallen te scharen onder de systematisch vervolgde groep? Dat is uiteindelijk de vraag. Dus dat de bewijslast niet zo hoog zetten. Die mensen zijn gevlucht. De meesten die natuurlijk onder het moratorium vallen voordat het Taliban-regime er was. Het is nogal wat om nu bewijzen aan te moeten leveren. Los van common sense. Dat op dit moment volgens mij niemand veilig is onder zo'n Taliban-regime. Voorzitter,
gewoon duidelijk, net zoals we bij tolken hadden, als je kon aantonen dat je een tolk was, was het logisch dat je gevaar liep. Als je kunt aantonen hier dus dat je een vrouw bijvoorbeeld tot een minderheidsgroep behoort, dan hoef je niet ook nog eens een keer aan te tonen individueel dat je gevaar loopt, maar dat is eigenlijk een logisch gevolg. Staatssecretaris. Ik zou niet het vergelijk willen maken, voorzitter, met de tolken of de andere mensen die gewoon voor ons gewerkt hebben. Daar geldt echt het ik zou bijna zeggen, lichtste verhaal voor. Omdat die mensen echt gewoon, ik zou bijna zeggen, daar hebben een ereschuld aan. Als het om deze groep gaat, waar mevrouw Pieri het over heeft, voorzitter, dan moeten we het niet hebben over bewijzen, dan moeten we het hebben over aannemelijk maken. En aannemelijk maken moet dan voldoende zijn. Gaat u verder. Graag de toezegging, die is van meneer Van Dijk, van de staatssecretaris, dat kinderen uit Afghanistan niet in een limbo-situatie, terechtkomen. Op het moment dat die kinderen onveilig zijn, dan mogen ze hier blijven. Dat is een beetje de discussie die ik net had met mevrouw Pieri en ook daarvoor met mevrouw Simons. Op het moment dat uiteindelijk aan het einde van het proces wordt geoordeeld dat mensen wel terug kunnen, waarbij u weet dat dan de rechterlijke toets ook daarop zit, en de rechter constateert, ja, de mensen kunnen terug, ja, dan moeten ze terug. En als men er dan voor kiest om het niet te doen, dan zou men in een limbo-situatie terecht kunnen komen. Maar dat geldt voor uitgeprocedeerde asielzoekers in zijn algemeenheid. Op het moment dat men niet teruggaat, terwijl de rechter heeft gezegd dat je terug kunt gaan, dan kun je in een limbo-situatie terechtkomen. Mevrouw Pot had het over de psychosociale hulp. Mevrouw Pot koppelde dat aan de Oekraïners. Mevrouw Simons koppelde dat heel nadrukkelijk ook aan de grotere groep, eigenlijk aan het geheel. Dus als u het goed vindt, mevrouw Pot, pak ik hem ook eventjes voor het geheel mee. Want als ik het heb over asielzoekers en Oekraïners, heb ik het daarmee automatisch ook over Oekraïners. Die psychosociale hulp, zeker aan mensen die trauma's zijn opgelopen gedurende de vluchtsituatie in oorlog, ja, die moeten we aanpakken. Dat is in beginsel ook iets wat gewoon ook betaald kan worden. Ook daar zit het dus weer niet op de gelddiscussie. Daar zit het ook wel echt letterlijk op zijn er voldoende mensen. En wat je ziet is dat de GGD springt bij, VAROS springt bij. Maar we redden het gewoon op dit moment niet altijd met de zorg die daarvoor is. Het zijn gewoon, de zorgvraag is te groot. En ja, de oninbiedige samenvatting is, maar dat snapt u ook beide, het donders goed is dat je niet een blik psycholoog of andere ondersteuning kunt opentrekken. Dus soms is het ook roeien met de riemen die je hebt. Maar daar zit geen enige vorm van beleidsbeperking achter. Migratiepact heb ik het. Even kijken, die sla ik even over. De B1-situatie, dat is. En dan hebben we het in dit geval over taalniveau, even voor de helderheid. Dat was een vraag van meneer Slootweg. Op dit moment wordt bezien hoe we deze verhoging het best kunnen vormgeven. U zei het zelf al, dat moeten we doen samen met sociale zaken. En de formele tekst die ik nu moet uiten is dat het streven erop gericht is om dit jaar te laten lukken. Maar het is nog niet automatisch gezegd dat het ook dit jaar gelukt is. We streven naar dat het, dat het dit jaar rondkomt als het gaat om de B1-situatie. Kan de staatssecretaris dan iets meer aangeven van waar dan de moeilijkheden zitten? Waarom dat, want dat lijkt eigenlijk een hele simpele aanpassing van de tekst. Hè? Je verandert A2 in B1 en we zijn klaar. Maar waar zitten dan de moeilijkheden in? Kan de staatssecretaris me daarin meenemen? Nou, eigenlijk op dit moment niet, voorzitter. Dat moet ik ook even overleggen met degene van sociale zaken. Want ik stel voor een deel de norm, maar ik doe niet de uitvoering. Dus die weet ik even niet. Dus even voor mij scherp te hebben, van als het ergens op zit, dan zit het waarschijnlijk over uitvoeringstechnische aspecten. Ja. Okay. Ja. Kijk, de wet is zo veranderd, maar je moet wel daar zo veranderd. U begrijpt wat ik bedoel. Ja. Meneer Brekelmans, die had het ook nadrukkelijk over overlastgevers. Dat zijn vaak mensen die uit andere Europese landen komen. Nou, daar heeft de heer Brekelmans natuurlijk volledig gelijk in. En dat zijn niet mensen die van oorsprong uit andere Europese landen komen. Want dan ben je wel
heel erg kansarm geworden als je als Duitser hier asiel aanvraagt. Maar het zijn wel vaak mensen die in meerdere andere landen al in de asielprocedure hebben gezeten. Vandaar ook die versnelde lijn die we zo snel mogelijk willen hebben. Want ja, op het moment dat jij niet in Nederland in de asielprocedure thuis hoort, moet je ook zo snel mogelijk te horen krijgen dat je er niet thuis hoort. Dat geldt in de algemeenheid, maar dat geldt zeker voor veilige landers die ook nog eens een keertje overlast geven en in de praktijk heel vaak Dubliners zijn. En dat is een andere groep dan de, zeg maar even, Spiri-groep van het Syrische, gezin. Dan hebben we het dus niet over de shoppers, als ik het zo even oneerbiedig mag zeggen. Want die zijn er namelijk ook. Dat is de Brekelmans groep. En daarvoor moet je heel snel zeggen eruit. En daar heb je die sober opvang voor. En mevrouw Piri heeft natuurlijk gelijk. Dat gaat niet automatisch om het Syrische gezin wat eerst in Griekenland of in Italië aan land is gekomen en doorkomt. Dat is van een andere orde dan de groep waar de heer Brekelmans het over heeft. Mevrouw Kreuger. Nou, voorzitter, ik heb hier toch een vraag op. Want waar in het proces wordt nou het onderscheid gemaakt tussen de shoppers, om de staatssecretaris te citeren, wat ik daar dan ook verder van vind, en die andere groepen waarvan hij zegt, nee, ja, die moeten niet in die sobere opvang? De staatssecretaris. Nou, het begint natuurlijk bij de eerste registratie. Zodra je je vingers op het vingerafdrukapparaat legt, zie je al meteen, deze is in een ander land al geregistreerd. Dat is één. Twee, als je gewoon gaat praten met IND-medewerkers die dit doen, dan is er een bepaalde groep die de IND-medewerkers inmiddels gewoon bij naam, adres, telefoonnummer en het hele familiegeschiedenis kennen. Want die komen namelijk gewoon periodiek komen die langs. Die doen Nederland, Duitsland, we doen België, Nederland, België, Duitsland. Er zijn mensen bij die ze echt al voor de tigste keer zien en waarvan ze dus meteen weten, hey, dit is mevrouw Kreuger, die komt gewoon elke jaar komt die 3 maanden langs. Heeft geen enkel verhaal en daar kun je dus snel door. En uiteraard had ik niet mevrouw Kreuger moeten zeggen, maar u begrijpt mijn punt. Dus dit is echt gewoon ook aan de IND en de vreemdelingenpolitie om deze mensen er zo snel mogelijk uit te filteren. En zodra er twijfel is, gaan ze gewoon in de normale procedure. Maar er zijn mensen bij die inderdaad gewoon in die categorie vallen, dat je heel snel doorhebt als AVIMmer en als IND'er. Hey, hallo, daar ben je weer. Nou, die categorie. Ja. Ja, voorzitter, ik ben heel blij dat we in Nederland rechtsgelijkheid hebben. En de staatssecretaris schetst nu een aantal criteria uit de losse pols. Eerder in de brief heeft hij het gewoon over alle veilige landers en Dublin-claimanten. Als er dus criteria zijn, die er kennelijk zijn, dan moeten we die gewoon netjes met elkaar op schrift vaststellen. In plaats van, ja, dat is een beetje aan de interpretatie van het IND, of in een Kamerbrief schrijven dat het om alle veilige landers en Dublin-claimanten gaat. Dit is me te makkelijk, te los. De staatssecretaris. Nou, wat ik, en ik ben even kwijt aan wie ik het beloofd heb. Ik dacht mevrouw Pot, is dat ik, want die vroeg namelijk ook van wat wordt het beleid aangaande de PBL in de vorige eerste termijn. Nou, mevrouw Pot twijfelt of zij het gevraagd heeft, maar dan was het iemand anders in deze Kamer. Toen heb ik ook gezegd, zodra wij de permanente, het was mevrouw Simons. Ik haal ze vaker door elkaar. Maar dan heb ik aan mevrouw Simons ook beloofd dat zodra we de permanente beschikbaarheidslocatie hebben en we het beleid vaststellen van wie komt erin en onder welke voorwaarden, dat ik dat ook met mevrouw Simons zou delen. En uiteraard deel ik het dan ook met mevrouw Kreuger en alle andere leden van het parlement, voorzitter. Fijn. Gaat u verder. Ja, meneer Slootweg, de schriftelijke reactie op Westerwolde over 10-puntenplan gaat u uiteraard ook gewoon krijgen. Meneer Seder, het is de bedoeling dat bij het, de locatie in Band, Luttelgeest, Noordoostpolder. Excuses, voorzitter, dat was een tafelpoot. Dat daar ook 250-300 plekken bij komen. Dus we hebben inderdaad in Luttelgeest een gewone grote locatie. Maar de gedachte is wel dat er bij het tweede aanmeldcentrum, of eigenlijk is het geen tweede aanmeldcentrum, omdat natuurlijk Budel al feitelijk een aanmeldcentrum is. En Zevenaar ook. Maar goed, bij dat nieuwe aanmeldcentrum, als dat er komt, dat dan inderdaad ook naar 250 of 300 plekken gaan,
gaan bijkomen. En is de PBL, ik heb even niet opgeschreven van wie die komt, is die tijdelijk of permanent? Wat mij betreft, voorzitter, is dat een permanente voorziening. Er zullen namelijk altijd overlastgevers zijn. Die hebben namelijk gewoon onder de mensen met een Nederlands paspoort. Die heb je dus ook onder de asielzoekers. Hoogstens is het zo dat je op een gegeven moment gaat kijken hoeveel capaciteit heb je nodig in een permanente beschikbaarheidslocatie. Maar ik leef niet met de utopische gedachte dat wij nooit meer te maken zullen krijgen met overlastgevende mensen. Dus daar moet je wat mij betreft kiezen voor een permanente. Dat wil niet zeggen dat de locatie die we gaan vinden, dat die ook een permanente locatie is. Want het kan best zijn dat het gemeentebestuur zegt, wij willen dat voor de komende periode doen. Dat hebben we ook gezien met Budel en met Ter Apel, want daar hadden we de soberopvang. En daarvan zeiden ze, wij willen het een tijdje doen, maar daarna moet wel een andere doen. Alleen die andere hadden we nog niet gevonden. Nu zijn we dus, zoals u weet, met een locatie in gesprek. De heer Seder vroeg ook naar de positieve ontwikkelingen die in de pijplijn zijn. Nou, was hij iets positiever dan ik zou zijn, want hij had het ook over dat het dan zou kunnen betekenen een enorme terugkeer van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Ik denk dat daarmee de heer Seder zich rijk rekent. Het is echter wel zo dat de relaties met bijvoorbeeld een land als Marokko op dit moment behoorlijk aan het verbeteren zijn. En wat al helpt, is het op het moment dat wij weer mensen kunnen gaan verplicht terugsturen naar Marokko. Vrijwillig kunnen mensen sowieso terugkeren naar Marokko. Maar op het moment dat mensen verplicht kunnen terugkeren naar Marokko, leidt het tot een paar dingen. Eén, dat, en we hebben het niet over reguliere Marokkanen uiteraard die in Nederland zijn, voorzitter, maar over de asielzoekende Marokkanen. Dat daar geen misverstand over bestaat voor iemand. Nog een nuancering die ook terecht is van mevrouw Piri. Maar ze wist wel dat ik dat bedoelde, maar terecht dat ze het er wel bij zegt. Uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers die weten dat ze terug kunnen worden gedwongen te keren naar Marokko, zullen ook eerder zelfstandig meewerken aan de terugkeer naar Marokko. Op het moment dat je weet dat je niet uitgezet kan worden, kan het voor sommige mensen betekenen dat ze zeggen van, dus doe ik het ook niet vrijwillig. En ook, en ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht in deze Kamer, voorzitter, maar ook de vreemdelingendetentie kan alleen maar worden ingezet op het moment dat er zicht is op uitzetting. Anders accepteert de Raad van State het ook niet. Dus op het moment dat er zicht is op uitzetting, is ook dat het instrument wat kan worden ingezet. Meneer Van Dijk. Voorzitter, hier is wel een doorbraak als dit zou lukken. Want hier heb ik vele debatten over gevoerd met de voorganger van deze staatssecretaris, mevrouw Broekers. En die slaagde daar niet in. Die slaagde daar volstrekt niet in. En begrijp ik nou dat de staatssecretaris zegt, nou, op het moment dat we uitgeprocedeerde asielzoekers terug kunnen sturen naar Marokko, veilige landers veelal, dat wel gaat lukken. En per wanneer dan? De staatssecretaris. Voorzitter, we zijn daarover in gesprek met Marokko. Maar Percelen Zees, dat woord zocht ik. Ik krijg ze niet letterlijk op mijn bureau, die weet dat ik daar niks mee te maken heb indirect. Maar zo ik weet van, hey, die zijn er, bent u de tweede die het hoort. Goed zo. Meneer Seder, zag ik. Ik zijn het eerste, meneer Eertmans. Meneer Seder. Voorzitter, de staatssecretaris en ik zijn het op het punt 100% eens. Maar hij zei net wel dat hij iets minder optimistisch was dan ik was. Mijn vraag was of wij de komende zomer, of dat contact en eigenlijk die lacets krijgen, maar daar gaat het om, dat Marokko ook reisdocumenten afgeeft zodat mensen die uitgekozen zijn gewoon terug kunnen. Of we tot een agreement kunnen komen. Dus ik ben het helemaal eens, maar mijn vraag is of de contacten en de pogingen deze zomer doorgaan. Dan moet de staatssecretaris zelf iets voor doen, denk ik. Ja. Dat was mijn vraag. En zo ja, wat hoopt de staatssecretaris daarover te kunnen te informeren? Ja, voorzitter, de contacten gaan inderdaad ook door. Niet alleen deze zomer, maar ook de komende tijd. U weet wel hoe het op diplomatiek niveau werkt. En dat is dat er een resultaat is als er een resultaat is.
En dat betekent dus dat zodra dat resultaat er is, ik bij u kom. Het is nog niet zo dat ik op dit moment kan zeggen. Dus in die zin stel ik meneer Van Dijk nog niet helemaal tevreden. Dat ik kan zeggen van X of Y is volgende week geregeld. Maar ik zit er positiever in dan in het verleden. Alleen uit uw woorden zou je kunnen afleiden dat je het dan over grote groepen hebt. Nou, dat is een definitiekwestie natuurlijk, grote groepen. Maar daarin ben ik iets voorzichtiger dan de heer Ceder is, voorzitter. Dank u wel. Gaat u verder. Ik ben bijna klaar, voorzitter, want ik begin mevrouw Kreuger te verliezen. En dat moet je toch niet. Dat moet je toch sowieso niet willen. Nou, ze blijft nog heel even door deze woorden, geloof ik. Ja, voorzitter, ik moet naar de plenaire zaal, maar ik heb vast nog 2 minuten. Dus als nou, de eens kijken of we dat nog een gaan antwoord redden. Heeft. Ja, ik zit even te kijken of ik nog iets van mevrouw Kreuger heb laten liggen. Ik geloof het niet. Zij zelf gelooft dat in ieder geval niet. Nee, ik moet meneer Kousou nog over het faciliterende gedeelte van de NCTV. We krijgen zelfs fris, meneer Kousou, daar in plaats van de water. Maar even als serieus antwoord. Nee, de NCTV is de administratieve ondersteuning van het proces. Dus zij gaan inderdaad over de verspreiding van de stukken. Zij gaan over de ruimte inderdaad waar het gaat. En voor de rest vindt het gewoon plaats in hun vergaderzaal. En voor de rest is het gewoon onder voorzitterschap van de minister. En loopt het via de directeur-generaal migratie en alles wat eronder zit. Dus wij leveren verder gewoon alles aan. Zij zijn echt een faciliterend bureau in deze. Dat komt van der Valk er niet meer bij. Mevrouw Kreuger, maar niet voordat meneer Kousou zijn microfoon... Meneer Kousou, gaat u ja, gaan. Voorzitter, kijk, wanneer het gaat over dat soort administratieve ondersteuning... kan ik me toch wel voorstellen dat er op het hele departement van Justitie en Veiligheid... vast toch wel andere diensten zijn die hetzelfde kunnen doen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, wat maakt het uit, zou ik zeggen... of we de vergaderzaal op de ene etage gebruiken... of de vergaderzaal op de andere etage gebruiken? Dat is toch niet... waarop de Kamer of meneer Kousou ons moet afrekenen, maar op ons beleid. Meneer Kousou, en dat is gewoon iets wat we met u communiceren op het moment we gesproken hebben. Voorzitter, ik ben het absoluut met de staatssecretaris eens... wanneer hij aangeeft dat we hem moeten afrekenen op het beleid. En als ik in dat beleid terugzie komen dat de NCTV een coördinerende rol heeft... en de minister en de staatssecretaris reduceert dat op dit moment naar puur administratie en procesmatig vergaderzalen, et cetera. Dan vraag ik me dus af, waarom dan de keuze voor de NCTV? Waarom wordt dat zo uitbundig gecommuniceerd? De staatssecretaris. Nee, voorzitter, de directeur van de NCTV neemt ook deel aan de vergaderingen van de MCCB. Dus dat is een ministerieel overleg en is voorzitter van het ambtenarenoverleg. En hij regelt nogmaals ook de facilitering daarvan. Dus het is niet zo dat het niks anders is dan het inschenken van water en een kop koffie. Het is niet zo dat daar een specifieke, als je de T van NCTV pakt, rol in zit. Het is wel zo dat zij ook alle crisisfacilitering hebben... En op het moment dat het uitgeroepen wordt tot een crisis, vinden daar de vergaderingen plaats, gaat die structuur in werking. En ja, ik zit anders in de kijk die ik daarop heb. Oké, dank u wel. Gaat u verder. Nou, dan maak ik 1 opmerking nog over mevrouw Kreuger. Althans, niet over mevrouw Kreuger uiteraard, maar naar aanleiding van wat ze zei. Want ze zei het is een gecreëerde crisis. En ik ga niet helemaal mee in de woorden van mevrouw Kreuger, maar wel een groot deel. Kijk, het is geen aardbeving waar we in zitten. En het is ook geen watersnoodramp. Dit komt natuurlijk wel doordat wij in 2015 bepaalde keuzes hebben gemaakt. En ja, het is ook zo of je nou kiest voor het beleid van de heer Eertmans... die ik maar even in dit geval tegenover GroenLinks plaats... of dat je kiest voor mevrouw Kreuger. Dan hadden we een andere situatie nu gehad. Zonder dat ik daarmee mijn voorkeur uitspreek voor dan wel mevrouw Kreuger of dan wel meneer Eertmans. Dat laat onverlet dat het wel verder een crisis is... die we wel gewoon met elkaar moeten oplossen. En dat is dus waarom we die crisisstructuur op een gegeven moment ook inzetten. Soms doet de reden van de crisis er niet toe. Doet de oorzaak van de crisis er niet toe. Maar moet je gewoon de problemen oplossen die uit de crisis voortkomen. Mevrouw Kreuger.
Ja, dank, voorzitter. Die woorden gecreëerde crisis kwamen niet bij mij vandaan, maar kwamen uit dat rapport de asielopvang uit de crisis. En dat rapport, dat advies, zegt juist zo duidelijk, kijk naar die onderliggende financieringssystematiek. En daar ging mijn vraag in tweede termijn over, van nu het een crisis noemen, nu mensen grootschalig in die noodopvang knallen, dat is één ding. Maar het gaat natuurlijk, hoe doorbreken we dit systeem? En ik hoop echt dat de staatssecretaris in de reactie op dat advies en richting de begroting justitie daar met echt een voorstel komt hoe we het anders gaan doen. Ja, voorzitter, dat mag mevrouw Kreuger van mij verwachten. Ja, dat is al eerder gemeld, meneer Brekermans. Ja. Mevrouw Kreuger verlaat ons, gaat naar de plenaire zaal. Meneer Brekermans heeft het woord. Ja, de staatssecretaris zegt nu, het komt mede door wat wij in 2015 of 2016 hebben gedaan. Dat is inmiddels 6 jaar geleden. En inmiddels zijn de projecties van het COA dat we 51.000 plekken nodig hebben, terwijl het jarenlang 20.000 was. Dus zelfs in de periode 2015-16 hadden wij niet 51.000 plekken voorhanden. En als dat zo was, dan was het in een hele korte tijd, omdat we toen ook crisisnoodopvang hadden, net als nu. En ik neem toch aan dat niemand had gezegd dat wij 6 jaar lang gymzalen beschikbaar hadden moeten houden om nu deze crisis op te vangen. Dus de analyse die de staatssecretaris gaf, het komt mede door wat wij in 2015-16 hebben gedaan, klopt gewoon niet. Je ziet gewoon dat de instroom nu te hoog is van wat wij aankunnen en enige projectie die de afgelopen jaren is gemaakt. En ik ben het wel eens dat het geen sprake is van een aardbeving, maar op de instroom kunnen wij wel zeker proberen om invloed uit te oefenen. En daarom vraag ik nogmaals, dat antwoord heb ik nog niet gehad, wat we ook met onze omringende landen daaraan willen doen om ofwel afspraken te maken over hoe wij de binnengrens bewaken, ofwel als die landen met hetzelfde probleem zitten, of dat Duitsland, België, Frankrijk ook voornemens zijn om meer aan binnengrenscontroles te doen. En de vorige keer heeft de staatssecretaris toezegging gedaan om in ieder geval voor Nederland te kijken wat dat eventueel zou kunnen opleveren. Mijn vraag is, staat die toezegging nog steeds, even los van het korte antwoord wat er nu is geweest? En wil de staatssecretaris met omringende landen hierover in gesprek gaan om ook met hen aan een oplossing te werken? De staatssecretaris. Op die laatste twee vragen, voorzitter, zeg ik uiteraard 2 keer ja. Dat is 1. En 2, daarom zei ik ook dat het mede veroorzaakt is door 2015 en 2016. Kijk, op dit moment zien we dat we een aantal problemen hebben. Er zit een probleem aan de uitstroomkant. Namelijk dat we bijna 15.000 mensen in een AZC hebben zitten die niet in een AZC moeten zitten omdat ze statushouder zijn. Op het moment dat je die 15.000 mensen van die 51.000 waar de heer Eertmans het over, de heer Brekelmans het over heeft, aftrekt, dan gaat dat aantal dus al fors omlaag. Dat is 1. 2, we zien dat mensen te lang in een asielzoekerscentrum zitten, omdat het gewoon te lang duurt voordat de keuze is gemaakt, u mag blijven, u moet terug. Dat heeft te maken met de workload van de IND. Dat heeft u ook gelezen. Er is een grotere vraag voor de IND dan de IND op dit moment kan waarmaken. Ook dat, zeg ik maar meteen even bij, is geen kwestie van geld. De IND kan gewoon echt personeel aannemen. Alleen die zegt, probeer die maar eens te vinden in deze arbeidsmarkt. Dat is 1. En 2, leidt ze dan ook nog maar eens een keertje op. Dat kost tijd. Dus het zit hem in de uitstroom, het zit hem in de doorstroom. En het zit hem natuurlijk ook aan de voorkant in de instroom. En dan zien we dat aan de instroomkant. We ook zien dat we aan de hoge kant zitten. Als je gaat kijken, die 3 zaken gezamenlijk veroorzaken de huidige situatie. En dan is er nog een 4e oorzaak. En dat is Oekraïne. Dat heeft hier in zoverre mee te maken dat als we Oekraïne-problematiek niet hadden gehad en die 72.000 mensen niet hadden hoeven opvangen op een of andere manier in Nederland, dat je dan een andere vorm van bereidheid had gehad bij gemeentes en dat je een andere vorm van belasting had gehad. En wat we bijvoorbeeld zien is dat omdat men zoveel moet doen voor Oekraïners, mensen uitgeput raken die bij gemeentes werken en dan zeggen gemeentes, ho, nu doe ik even de grens of de deur dicht voor niet-Oekraïners. Al die elementen spelen mee, voorzitter. Dank u wel. Ik wil de richting een afronding gaan, voorzitter. Nog sterker, ik denk dat u dat ook wilt. Mevrouw Simons heeft natuurlijk helemaal gelijk. Niet alle veilige landers zijn veilig. Want als we namelijk uit konden gaan van de perceptie dat alle veilige landers veilig waren, hoefden we ze niet in de procedure toe te laten. Dan konden we gewoon zeggen, u komt het land X en u gaat niet in procedure. En zelfs iemand die uit Duitsland komt,
kan gewoon in procedure in Nederland. Meestal stellen we dan vrij snel vast dat men minder risico loopt. Maar niet alle veilige landen zijn veilig. Vandaar dat ze de procedure ingaan. Dat maatwerk moet je altijd blijven leven. En ja, ik weet niet of ik het eens ben met mevrouw Simons, die zegt, als je ergens gelukkig bent, heb je geen reden om te vertrekken. De liefde kan veel met je doen, mevrouw Simons. Los daarvan, dat is vervolgens alleen niet het criterium op grond waarvan wij mensen in Nederland kunnen toelaten. Wij kunnen niet het beleid hebben dat iedereen die ongelukkig is in haar of zijn land deze kant op kan komen. Vandaar dat we criteria hebben gesteld met betrekking tot op het gebied van vervolging. Daarmee misgun ik verder niemand een goed en mooi leven. Alleen dan moeten we vaststellen dat het niet altijd in Nederland kan zijn. Kinderen. Kijk, ik denk dat mevrouw Pot het juiste woord gebruikt door het namelijk te hebben over wat kunnen we doen om noodopvanglocaties kindvriendelijker te maken. Eigenlijk zou het nog beter zijn als het zou zijn minder kindonvriendelijk te maken. Want crisisnoodopvanglocaties zijn eigenlijk niet kindvriendelijk te maken. Dat zijn AZC's wel, want daar hebben we gewoon de ondersteuning van UNICEF, van het Team Up. Daar doet vluchtelingenwerk heel veel. Daar hebben we gewoon ook locaties, letterlijk. Hoe noem je dat? Lokalen? Ja, ik keek even naar de schoolmeester en toen wist ik weer hoe het heette. En speelruimtes voor kinderen. En dat hebben we niet in deze locaties. We proberen wel samen met de clubs die ik net noemde, dus vluchtelingenwerk, UNICEF, Team Up, te kijken wat we kunnen doen. Maar het is heel erg behelpen. Het allerbeste is zo snel mogelijk van die crisisnoodopvang af. En bijvoorbeeld te kijken of we opvang kunnen bieden die geschikter is. Even om het concreet, voorzitter, dat zijn dan mijn laatste woorden voor mijn verhaal in ieder geval. Die cruiseschepen waar we het over hebben, daar zitten allerlei beperkingen aan. Maar cruiseschepen zijn wel bedoeld om in compartimenten mensen op te vangen, inclusief een toilet, inclusief een douche. Daar is een recreatieruimte, daar is een ruimte waar je mensen in wat kan doen. Dus die cruiseschepen zijn al bijvoorbeeld veel beter om mensen in te huisvesten dan een sporthal dat is of een evenementenhal. Enig aandachtspunt ook weer bij die cruiseschepen is, cruiseschepen liggen in water. En niet alle kinderen die vanuit andere landen komen hebben dezelfde zwemvaardigheden als die mevrouw Pot en ik op ons vijfjarige leeftijd hebben geleerd. Nee. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter. Naast dank aan de staatssecretaris. Maar naast mijn vraag over wat gaan we dan deze zomer doen, had ik hem ook gevraagd om na de zomer dan een soort update te geven hoe dat er nu voor staat. Want hij geeft aan, nu is het heel moeilijk om deze kinderen uit te plaatsen. Maar nou ja, we hebben volgens mij vrij breed met de Kamer opgeroepen om kinderen voorrang te geven bij die uitplaatsing. En ik wil graag na de zomer weten hoe het daarmee staat. Ja, voorzitter. Uitstekend. Dat zijn de antwoorden waar ik van hou. Ja. Wordt genoteerd. Goed. Oh, er is nog een vraag niet beantwoord. Ik had ook nog een vraag gesteld, voorzitter, over wat we deze zomer nog zouden kunnen doen voor Ter Apel. Omdat de vrees was een beetje zomerroosters, het klotst ons over de schoenen. En wat moet Ter Apel met het feit dat, nou ja, wie je ook verder begrijpelijk vindt, maar dat er dan mensen inderdaad op de stoep liggen. Nou ja, voorzitter, we staan nagenoeg dagelijks in contact met de burgemeester van Ter Apel. En of de burgemeester van Groningen in zijn rol van veiligheidsregiovoorzitter. We doen er echt alles aan om de situatie in Ter Apel te verbeteren. U vroeg ook nog, mevrouw Pot, of u daar een rol in kan spelen als Kamer dan. Die zie ik op dit moment niet. Ik zal deze zomer ook zelf weer naar Ter Apel gaan. Die afspraken staan ook al. Als ik ook maar op enige wijze denk dat ik hulp van u, de Kamer, of individuele mensen hier nodig heb. Ik weet u te vinden waar ter wereld u ook op dat moment een goed boek in de zon aan het lezen bent. Dat is een compliment. En dan komen we ook. Goed zo. Dat gezegd hebbende komen we aan het eind van dit debat. Ik constateer om te beginnen dat er een 2-minuten debat is aangevraagd. En dat heeft als eerste spreker de heer Eertmans van Ja 21. Vooralsnog staat dat gepland morgenavond om 8:10.
En dan neem ik nog even de toezeggingen met u door. De staatssecretaris komt voor de begrotingsbehandeling terug op de vraag wat de oorzaak is van de vertraging bij het op tijd ophalen van de vreemdeling door DVNO. Zeg ik dat goed? De staatssecretaris stuurt per omgaande de evaluatie van de sobere opvang naar de Kamer. De staatssecretaris geeft in september, in ieder geval voor de begrotingsbehandeling, aan hoe het rapport van de commissie van Zwol gaat uitwerken. En de staatssecretaris stuurt volgende week een brief over de uitwerking van de PKN-uitvraag. De staatssecretaris stuurt voor de begrotingsbehandeling de reactie op het zwartboek naar de Kamer. De staatssecretaris stuurt deze vrijdag een brief met meer informatie ter voorbereiding op het wetsvoorstel over de verplichting voor gemeenten bij de opvang voor asielzoekers naar de Kamer. En de staatssecretaris stuurt na de zomer een update over kinderen in de opvang. Mevrouw Pot. Voorzitter, dat laatste was noodopvang. Dat is misschien wel, want anders wordt het wel een hele brede vraag. Ja, en ik had bovendien een toezegging... Noodopvang en crisisnoodopvang. Ja, dank u wel. Noodopvang en crisisnoodopvang. En ik had bovendien nog een vraag gesteld. En waarschijnlijk is dat een beetje een parapluvraag. Want volgens mij hebben een aantal collega's vergelijkbare vragen gesteld. Maar de vraag was ook om voor de begrotingsbehandeling met zo'n soort lange termijnvisie te komen. Maar in ieder geval zo'n verhaal, ja. Keuken-Simonspot. Dank. Ja, oké. Okay, dat gaan we er ook nog bij noteren. Dat alles gezegd hebben, dank ik de staatssecretaris en zijn ambtenaar voor het vele werk. De collega's die ook in deze sessie aanwezig waren. Dat mag inderdaad wel even genoteerd worden. Veel dank voor de inbreng en onze onvolprezen ondersteuning. Ja, morgenavond zien we elkaar allemaal weer. En ik dank ook de mensen op de publieke tribune en onze onvolprezen ondersteuning. En de mensen die het thuis gevolgd hebben. En ik wens u allen nog een mooie dag. Ik sluit de bijeenkomst.